Welkom, lieve sterrenontdekker. Het is je favoriete onzekere sterrenreviewer, Jelle Kunst. En je kijkt hier naar de echte, de grote, de niet door één onzekere jongen gereviewde versie van... Nee, ik vind het gewoon heel grappig. Door. Van Starfield. Drie volwassen mannen. Die allemaal genolived hebben in Starfield de laatste halve week of iets dergelijks. De game is uit, ook onder de gamers natuurlijk, maar niet iedereen was het eens met mijn review, ook al hadden mensen het niet gespeeld. En ook al is het niet jullie werk. En ik snap dat. Ik had volgens mij in het begin ongeveer geprobeerd uit te leggen, al is de game superwijd, wat er allemaal in zit. En daarna gezegd dat ik het niet overwhelming vreed vind. Maar dat was voor heel veel mensen niet goed. En nu hoop ik dat ik ongeveer hetzelfde van jullie bijgestaafd krijg. Behalve, je merkt het al aan hoe ik praat, dat we duizend dingen ook willen vertellen. Want ja, je maakt wel echt heel veel mee in de game. En het mooie is, de manier van reviewen die jij hebt gedaan schijnbaar voor die eerste impressie of eerste stappen. Dat is precies hoe ik ook gespeeld heb. Ja, maar dat is hoe je... En dat is ook heel grappig. Dat is het laatste wat ik er even over wil zeggen, inderdaad. Vast niet. Ik zal er wel vaker op terugkomen, denk ik. Dat je al zeker die jongen bent. Ja, dat, inderdaad. Dat je... Juist, dit is een USP van een Bethesda RPG, dat je niet wordt gedwongen de main story te doen. Omdat die is meestal niet eens het meest interessant. Mm-hmm. Deze game is een zandbak in de puurste versie van het gameplay technische woord. Hier, zoek het maar uit. Ga maar kijken wat je wilt doen. Zo heb ik hem ook gespeeld. Zo speelt iedereen hem. En daarvoor is de main quest helemaal niet zo belangrijk. Behalve dat ergens dat ik daar wel een bepaalde urgentie doormiste die ik in andere games van Bethesda wel heb gevoeld in de eerste 20, 90 minuten. Inmiddels heb ik namelijk voor jullie het laatste weekend alleen maar main story gespeeld. En mijn verhaal is niet veranderd. Dus eigenlijk zit ik hier om jullie... Hetzelfde verhaal te vertellen. Nee, om jullie okay, nieuwe verhalen te laten voeren. Want mijn mening is niet veranderd 20 plus uur later. Ik kom in de buurt van de 50 nu. Mijn laatste 20 uur waren niet anders dan mijn eerste 20 uur. Ik heb er eigenlijk niks aan toe te voegen van je vorige review. Zullen we dit de allerkortste, duidelijkste, onzekerste premium review ooit maken? Nee, want er valt meer dan genoeg te zeggen. Ik wilde eigenlijk maar openen. Ik wil wel even benadrukken inderdaad, want ik sta bekend als main quest mode over het algemeen. Lijpe naam hoor. En dit is voor het eerst dat ik een game speelde à la Jelle Kunst. En niet omdat ik mezelf forceerde dat te doen, of dat ik de main quest niks aanvond of iets dergelijks. Maar die wereld nodigt je uit om dat te doen. De game by default, dit soort games van deze studio maken dat... Ik heb zeg maar voor de mensen die Game King Summer Camp hebben gezien, Jelle die zeg maar in een kleermakershouder zit op het gras. Klaartjes fietsen. Ja. Zo heb ik over de maan zitten rondlopen, weet je wel. Maar de echte maan, Luna. Ja. Meerdere maanden. Ja, gewoon rond zitten lopen. Een beetje zitten minen. Een beetje zitten exploren. Daar komt een schip aan. En allemaal dat soort lijpe shit. En daar heb ik me echt uren en uren mee vermaakt. En ik ben er nog lang niet klaar mee. Ik heb me geforceerd om dus de main story verder te spelen. Ik ook gedaan voor de review uiteindelijk. Ja, 10 à 12 uur daarvan daadwerkelijk ook gelukt is. En dat ik inderdaad voor de rest alsnog, ook al heb ik me geprobeerd te forceren om niet me af te laten leiden door. Af en toe heb ik zoiets van, ja, die smokkelwaar, die kan ik hier, die moet ik toch ergens nu verkopen. Weet je, dat soort dingen. Het is gewoon de game die het is. Dus ik heb het gereviewd, zo hoe de game gespeeld moet worden. Je zei één ding in de review en dat vond ik zo treffend met mijn ervaring. Van jij zei van, het is zo groot in opzet, ik ben mezelf verloren in de game. Ik ben mijzelf verloren in de game. Ik ben er in losgegaan. En op een gegeven moment, weet je, precies wat ik zei over die main quest. Het maakte me niet zoveel uit, maar overal waar ik kwam was er shit te doen. Vette sidequest, dingen te ontdekken. Ik was mezelf helemaal kwijt. Ja, mag ik even een paar momentjes voordat we alsnog een keer gaan proberen uit te leggen wat er in godsnaam allemaal in deze game mogelijk is. Want in principe kan je natuurlijk zeggen Fallout in space. Fallout keer 40 in space. Ja. Met wat een generated component. En dan zit je er ook wel in de buurt. No Man's Skyrim. No Man's Skyrim. Zo, dat is lijp, hè? Ja, dat is met een sci-fi saus en niet een zwaartje saus. No Man's Skyrim. Ja, No Man's Skyrim. Dat is inderdaad ook een hele goeie.
Kijk, dat is de korte versie. Maar als je dan allemaal moet gaan uitleggen wat er in de game zit. Qua opties en mogelijkheden en dingen die je kan doen. Het is gewoon groot. Maar eerst even, wat share the stories. Wat hebben jullie allemaal meegemaakt? Wat zijn een paar hoogtepunten? Gewoon een paar hoogtepunten. Nou, wij hebben op stream de Lair of the Mantis ontdekt. Je krijgt gewoon op een redelijk... In het begin krijg je al ergens... Ik kreeg die echt pas na... 15, 16 uur. Ja, ik weet ook niet of het van een bepaalde factie of een bepaalde... Ja, je krijgt ergens van iemand een noot. Een die refereert note. Naar een soort van geheime, ik denk een geheime dode spacer. Ja, een geheime locatie. Ja. Dus jij gaat naar die coördinaten toe en op die geheime locatie vind je eigenlijk... Ja, je vindt letterlijk een lair, want het is een ruimtestation gevuld met fucking veel enemies en traps en puzzeltjes, een paar puzzeltjes... om uiteindelijk iets te vinden waarvan je denkt... oh shit, gruwelijk als reward. Dus ja. Dat is eigenlijk een beetje een grote versie van... een soort van kleine sidequest in een Skyrim of een Fallout... waar je uiteindelijk een unique weapon vindt. Ja, dat is alleen het. Dan dit nu in is het groot. Niet, nu is het niet de staff of de mace of Moloch bal. Nee, nu is het Mantis. Ja, de Mantis. Ja, nou ja, dat. Ja, de Mantis inderdaad. En dat was dus een van mijn momenten. Vond ik dan ook wel weer meteen typisch Bethesda. Van de kleinste notitietjes, dingetjes, die kunnen leiden tot de vetste momenten in game. Ja. En zo heb ik er wel meer van. Je bedoelt dat je niet per se de main story hoeft te spelen. Is nou, dat sterker nog, dat het niet eens per se aangegeven staat als sidequest, maar als een activity. Ja. Zo van, ja. Hey, zoek... Misschien staat hier wel sidequest aangegeven, dat bedenk ik me nu maar. Nou, dat is grappig dat je dat zegt. Ik vind namelijk, dat is een van de dingetjes die ik nog niet genoemd heb, maar hoe de mission structure in je log... Ik vind het niet overzichtelijk. De game speelt niet lekker overzichtelijk. Van nou, weet je, er staan wel tapjes met main en activities en wat dan ook. Maar over het algemeen. Het zijn toch gewoon goed opgedeeld? Gewoon main, faction, missions. Ja, jij vindt het wel fijn. Ja, op het begin had ik wel zoiets van... Huh? Je ik ben ziet het aan het logootje. Planeet, en dan zie ik fucking vijf verschillende questmarkers in beeld tegelijkertijd staan. Maar je kan uitzetten in een menu dat zo is. En dan dat hij alleen de quest laat zien die je ook hebt aangevinkt. Ja, overigens wat je nu ziet is footage van mij. Vraag me niet waarom, maar mijn capture die ging echt 30 fps. Terwijl dan de game vlak voor het capture gewoon goed loopt. Je hebt gewoon de Xbox gespeeld. Onspeelbaar wat ik hier zie. Ik vind iemand zijn die soort van hiermee genoegen neemt met zo'n lage framerate. Ja, alsof je het niet ziet. Ik heb het op Xbox gespeeld hoor. En 30 fps. En voor dit type game, het is geen shooter, is het prima te doen. Zal ik meteen mijn tweede momentje... Ja, ik noem er twee. Mijn tweede momentje, en daar heb ik ook footage van, is eigenlijk ook een beetje een showcase. Want iedereen zit eigenlijk... Nou ja, sinds de reviews online zijn verschenen overal. Iedereen zegt, ja, die fucking engine. En ze hadden niet die engine moeten gebruiken. Want dan was het misschien wel mogelijk om met je schip te landen op een planeet. Geldig, valide Siemens. Punt. Ja en nee, want No Man's Sky, waarin dat wel kan, die draait niet per se op een engine, maar die draait op een algoritme. En hier, dit stukje laat zien, gek genoeg dan dit wel weer redelijk soepel gecapture, maar dan weer met screen tearing. Laat zien wat er wel mogelijk is met die engine. Namelijk het feit dat er zoveel losse objecten in die wereld zijn en gewoon hun plek hebben. En op het moment dat je dus die zero-g shit krijgt, wat dus aan en uit gaat in dit ruimtestation. Die space die screen tearing is wel echt heavy. Vreselijk. Maar dan komt alles dus los. En op bepaalde punten in dit ruimteschip heb je dus echt stukken waar alle koffiekopjes en dingen gaan rondzweven. En ja, jij zweeft natuurlijk ook. Ja, die pirates die zweven ook. Dus als je schiet, ga je door die terugslag ga je naar achter. Ik moet zeggen dat ik dit toevallig ook gewoon... En dat is natuurlijk een ding. Je maakt allemaal een ander verhaal mee. Dus dit ken ik helemaal zeggen, niet. Ik ken het ook nog niet. Ik ken de Zero-G dingen wel op andere dingen. Ik heb bijvoorbeeld een van mijn favorieten is een groot woord. Want ik kon er niet heel veel doen. Maar ik kwam op een gegeven moment de party cruise tegen. Random was er een soort van... Hey, do you want to join our party? Party, it's very nice. Ik had gezegd, ja, weet ik van wat hier gaat gebeuren. Was niet meer dan gewoon een soirée. Waar ik gewoon naar de bar kon gaan. Wat kon drinken met de NPC's. Maar er zitten allemaal van dat soort leuke dingen in. Want op een gegeven moment... Poef, ik kwam in een bepaald sterrenstelsel terecht. En op een gegeven moment word je geheeld.
En dan is het een getrouwd stelletje dat op vakantie is in een gehuurde spaceship. En dan van, hey, do you know where we are? We need to go this way. And I think I'm going the right way, but my wife says I'm going the wrong way. You should have taken a left before. En je zit de hele tijd over en weer met elkaar te bikkeren. En op een gegeven moment kan je ze helpen. En dan geef ik de man gelijk. Okay, thank you. Ja, dan geef je de man gelijk. En dan zegt hij, ha, I told you. En dat is gewoon de real life so stuff. So funny fucking shit. Ja, maar dat is ook typisch Bethesda weer. Ja, het is echt precies, wat typisch Bethesda is dus... En het was wel grappig, we hadden het er hier voor de review over, ook tussen Koos en ik, soort van... Koos heeft Fallout gespeeld. Ja. En die Fallout heb je nog 4. Gemeen story... Ja, sorry, 4 ja. Heb je nog gemeen story motend, omdat je toen een andere gamer was. Nee, maar sommige niet per se. Ook omdat die game... Has evolved. Die game unlockte dat niet bij mij, ontlokte dat niet bij mij om dat op die manier te gaan doen. Ja, nee, maar dus... En Daan en ik hebben natuurlijk al Legio, Bethesda, dit soort open world RPG's gespeeld. Dus voor mij is het daarin al vrij bekend. Mm. En toen ik Oblivion speelde, wat hier gewoon een 0.3 versie van is, bewijs van. Je kan ongeveer hetzelfde, behalve tussen stelsels reizen. Ja. Is dat ingehaald, wil ik bijna af en toe zeggen. Ik heb hetzelfde namelijk met bepaalde, daar heb ik natuurlijk lang over nagedacht, de laatste 20 uur, van nou, is het dan in de main story wat misschien toch wat anders dan dat ik in de eerste 7 uur die ik toen in de main story en dus 30 plus uur die ik in de game zelf had gestopt. Maar bijvoorbeeld Cyberpunk is een heel mooi voorbeeld. The Witcher, Red Dead, weet je, games van Rockstar. De writing en de karakterdieptes van die franchises, Last of Us, weet je, is natuurlijk een ander soort game, is moeilijk om... Maar alsnog, de diepgang in karakters en in verhaal, die is veel verder in 2023 dan dat Bethesda ooit deze games is gaan maken. En hun DNA zie je nog steeds daarin terug. Dus ik vind de diepte van de karakters en de verhalen, vind ik... ver ingehaald door heel veel andere studio's. Betekent niet dat dus deze render momentjes die ook... Die zijn wel weer ongeëvenaard. Ja, die zijn ongeëvenaard. Maar dus de randomness... Niet helemaal mee eens, want er zijn studio's absoluut die dat beter doen. En je noemt ze net op, die dat naar een hoog niveau hebben getild. Maar dit ligt nog steeds ver boven het gemiddelde. Echt ver boven. Ja, absoluut. De meest gemiddelde game komt er niet bij eens bij in de buurt. Ja, maar hoezo? Heb je de meest gemiddelde game geef je toch ook precies deze gemiddelde companions? Ik vind niemand van de companions echt soort van, nou, maar dit is een toffe peer of perin of wat dan ook robot. De companions vind ik inderdaad wat dat betreft tegenvallen. Maar dus ook je alle NPC's waarmee je praat. Nee. In de wereld heb ik al best wel vette mensen tegengekomen. Ik nog weinig. Ja. Oké, maar dat is misschien niet Cyberpunk. Soort van die guy die zit te roken in de... Nee, maar Cyberpunk is niet gemiddeld. Cyberpunk is top tier. Letterlijk toplist. Je noemt een paar games / studio's die dat... Nou, echt de meesters zijn van diepgang in personage. Ja, sinds dat Skyrim is uitgekomen. Want zelfs in Skyrim heb je nog wel mensen waarvan je... En wel, maar daarom, het zat al in de DNA van dingen. Weet je, weet ik veel, de guy die Whiterun, weet je, de mayor daar. Je hebt altijd van, oh, je kent nog wel een paar van die mensen. En in Oblivion hetzelfde. Vooral eigenlijk de Daedric Princess en wat dan ook. Dus die ken je. En hier... bij heb ik dat een stuk minder, omdat ik dat in andere games misschien ook wel veel meer heb gedaan. Want vroeger viel me dat nog niet op. In Oblivion en Skyrim viel me nog niet op dat de NPC's niet super uitgesproken waren. Ik zag dat iets van... Het is een maelstrom. Die gekke... Dat pistool? Modified. Nee, maar die in de Tekissi lag. Oh, deze heb ik ook. Heb ik ook, maar dus daarom pak ik hem hier niet op. Het is fucking veel geld, man. Het... En zwaar. Het ding met deze game... En ja, het is een beetje de vraag. Moet ik al zeggen deze franchise? Oh. Nee, dat weet je niet. Het leent zich ergens helemaal niet voor veel vervolgdelen. Want je hebt je wereld. En het is niet alsof je de volgende keer in een compleet andere wereld zit. Tenzij zo van, the Far Reaches of the Galaxy. Nu hebben we Andere gevonden. Plekken, bij een paar andere solar systems. Maar de achterstand die deze game hebt... heeft ten opzichte van Elder Scrolls en Fallout. Dat is natuurlijk gigantisch. Kijk, als ik nu Fallout 5... Stel je voor, Fallout 5 is er. En ik stap voor de zoveelste keer een vault uit. En ik zie in de verte zie ik al een Deathclaw lopen. Ja. En ik krijg een heel specifiek wapen. En ik zie, ik zie een bobblehead. En hier zie ik een Nuka-Cola referentie. En hier zie ik dit en hier zie ik dat. Dat is als thuiskomen. Ja.
in een Elder Scrolls, weet je wel, van de boeken van de Lusty Argonian Maid tot een bepaald type meadery, de Blackbriar meadery, dat soort shit. Ja. Dat is zo herkenbaar. En hier heb je dat nog niet. Dus die achterstand heeft het ten opzichte van die franchises die ze al hebben. Nou, en ik moet ook wel zeggen... ze moeten dat nog allemaal neerzetten. Ja, maar in Fallout vind ik die zelfs, weet je, Fallout, ja, het is best een... je kan het enigszins zien als lore-heavy game, maar het is vooral het gegeven wat er heel lore-lorian is, namelijk... Het is allemaal gebouwd op de bom van 2077. Precies, maar we waren toen in een alternate reality waarin er alles als 60's uitzag. Dus dat is eigenlijk de setting die het vooral herkenbaar maakt. Ja, maar hier is toch de Graph Drive is ontwikkeld. Ik ben... Ja, maar we zijn de decades verder in gaming. Dus waar het vroeger inderdaad de bom was en je legt nu het equivalent uit van wat het hier in deze game is, maar het is 2023. Ja. Dus dat is een ander verhaal. Het is misschien niet meer genoeg dat we Graph Drive en weet je, dat is waarom we nu de solar system hebben gedaan. Ja, dat snap ik. Maar het is meer dat de setting was wat Fallout en ietsje meer lore heavy Elder Scrolls wel was de setting vooral. En niet per se de universe. En nu hebben ze een nieuwe universe waarin het niet per se mee gaat om die setting. Nee, want het is gewoon open space. Ja. Dus dat is, het is bij default al minder... Het gaat juist om die setting. Kijk, maar jij vindt space leuk. Ja, ik ben misschien een hele andere speler dan jullie. Want, kijk, maar het is just space, is mijn punt. Ja, maar ik heb... Ja, maar dat is de fucking point voor mij. Want ik heb bijvoorbeeld Fallout gespeeld en dat vond ik fucking fantastisch, maar... Ja, maar het is alsof je in Fallout niet weet dat de bom is gevallen. Maar het was, nee, juist niet. Want nogmaals, space, dat is juist de hele fucking point voor mij. En dan kom ik ook bij de dingetjes die ik eigenlijk het vet vond. En dan heb ik het niet eens over questlines, want die wil ik niet spoilen. Dus die haal ik dan ook niet aan. Maar bijvoorbeeld, ik had op een gegeven... Kijk, het gaat om space, exploration. Je kan gaan en staan waar je wil. Er zijn echt 1000 planeten inderdaad waar je naartoe kan gaan. Nou, ik heb nog niet eens 2% ontdekt. Maar weet je, op een gegeven moment... Je bent wat missies aan het doen en random heb ik zoiets van, ik ga hier naartoe. Er is geen questmarker, er is niks. Ik ben gewoon benieuwd. Ja. En dan ga je daar landen en dan land je daar en je kijkt om je heen. En er zijn via je scanner, zijn er wat dingetjes op te pikken en dergelijke. Nou, dan ga je daar heel even heen en kijken. Maar in één keer, zodra je daar verder loopt, hey, je ontdekt nog iets. Ga ik daar naartoe? Het is een abandoned robot facility of iets dergelijks. Weet je, abandoned. Ik loop er binnen. Er is echt helemaal niemand. Al het werk is gewoon stilgelegd, lijkt het, of iets dergelijks. En in één keer zie ik daar ergens in een hoekje zie ik een body. Een body liggen met wat bloed. Wat de fuck is hier aan de hand? Dus dus ik ben aan het kijken. Zit er op een gegeven moment ergens een kleine hatch naar beneden. Dus ik doe die hatch open, ik ga naar beneden. Er zit een hele fucking gigantische grote ondergrondse space pirate hideout. Ja. Helemaal vol, waar fucking hard gewerkt wordt en van allerlei dingen wordt gedaan. Ik murder fucking iedereen de fuck. En ik loot die shit en... Dat soort... Ik bedoel... Ja, maar het is amazing, maar je beschrijft een Bethesda RPG bij Dief, in Hart en Zieren. Wat bij mij dus nooit die appeal heeft gehad, is het hier juist omdat het space exploration is. Ja, oké. En ik voel me zo'n space explorer in deze game. Dat ik al die fucking nuggets aan het ontdekken ben. Ja. Maar wat denk ik jij meer bedoelt is... Deze game, het is bijna universe building ten opzichte van world building. Er is niet een gegeven waar alles thematisch omheen gebouwd is per se. Ja, je zegt wel graph drives, maar zo van dat is ons excuus om space travel. Ja, precies. Graph drives is de reden waarom we nu zijn waar we zijn en waardoor we als mensen gekoloniseerd hebben naar andere planeten en sterrenstelsels, noem het allemaal maar op. Maar volgens mij het thema. En dat vind ik zo vet, is dat het voor ons allebei vet is. Als ik Jelle een beetje ken, is voor Jelle is het science. Voor mij is het de dreamer. Mm-hmm. Op een gegeven moment wordt dat ook aan je gevraagd. Waarom ben je bij Constellation? Ja. Because science. Want we willen Because I'm a dreamer. Nee, I'm a fucking dreamer. I'm an adventurer. En weet je, ik wil de unknown wil ik juist gaan ontdekken. En niet de science behind it, maar the adventure behind it. Mooi voorbeeld ook. Vinden jullie de dialogue options die je krijgt in de game? Voordat we daarop doorgaan. En juist dan op een gegeven moment, en voor mij was dat denk ik na
20 uur of zo in de game sessie. Voor jou was dat ook ongeveer vanaf 30, 40 uur wat je zei, wat je had gespeeld. Dan is daar een twist in het verhaal. Ja. Wat een complete andere perceptie geeft op wat er nu gaande is. Je hebt de artifact waar het al begin op draait. Ja. En dan gebeurt wat, er iets. Wat wil je ermee? Ja. Wil je scientifically ontdekken wat het nou precies is? Of wil je een soort godlike powers? Ja. Wil je de power of God in your hand? Weet je wel? Kan lang door blijven. Die doet het niet, nee. Nee, maar dat is het. Dus, maar dat begint... Dat punt zullen sommige mensen na een uur of 3, 4 misschien al hebben. Dat denk ik eigenlijk niet. Want ik denk dat de game daar te slow voor is. Gewoon hoe je navigeert door de wereld. Dus misschien vanaf zo een uur of 10. Zo moet je het ook niet willen spelen. Nee, ver, maar dat kan. Maar ergens, en zelfs vanaf dat punt, waar ik denk van, oh wacht, dus hier, dit is waar het een beetje om draait. Dit is wat het... Hè, waar de urgentie vandaan zou moeten komen. Ja, ja. Vind ik nog steeds... Ja, nee, het is en niet dezelfde urgentie als soort van, je bent opgegroeid in een vault, of er zijn draken, jij moet nu de draken gaan killen, want anders killen ze ons. Ja. Of de bom is ooit gevallen en de eerste mens, jij bent de eerste mens, of nee, weet je, de pleuris breekt uit in de vault waar het altijd safe was. Er is niet meer een soort van cataclysmic-achtig ding. Hier is de urgentie, is de curiosity. Ja. Ja, maar dat is precies maar dat vraagt wel echt wat van de speler. Zelfs van mij, die eigenlijk, wanneer het dus in games niet draait om curiosity, maar om alle andere dingen ben ik curious en wil ik alles exploren. Hier de Deathclaw equivalent in Starfield. Ja, ik denk dat, is dat mijn ding is, of hebben jullie die, zijn jullie die ook tegen? Ja, op een andere planeet. Ja, Terramorph, die zijn overal. Ja, nee, maar ik volgens mij herken ik de structure ook. Maar in ieder geval, dat ik mis juist als explorer een klein beetje de reden om te exploren naast gewoon exploren. Want die game zegt gewoon, you're an explorer, go explore. Ik zit van, ja, dat vind ik een beetje makkelijk. Ik wil meer. Want, ik ben een space pop element. Ik explore om de main quest, laat ik het zo zeggen, omdat ik benieuwd ben wat zonder te spoilen, dat maar is. Wat er is. Ja, maar je krijgt, pas is. Na 10 of 20 uur, krijg je al pas überhaupt dat er iets is. Ja. En dat vind ik te lang. Ja. Ik denk zelfs dat ook daarin het verhaal gewoon niet zo goed is. Ik ben ondertussen al zo druk bezig geweest. Voor mij kwam het eigenlijk nog te vroeg, omdat ik eigenlijk andere dingen wilde doen. Ja. Maar ik ging het toch maar doen voor de review. Wat ik wel ben gaan doen overigens, want ik ben gewoon lekker 5-6 uur bezig geweest met shipbuilding. Sterker nog, ik zit 30 uur in de game. Ik heb base building nog niet eens aangeraakt, dames en heren. En als ik dat eenmaal doe, dan zijn we weer 30 uur verder. Dus ja. het vraagt gewoon... Kijk, deze game leunt gewoon heel erg op een soort van filosofisch vraagstuk om te willen ontdekken. In plaats van, hier heb je urgentie. Nee, maar dat is het niet. Dat nu verkoop je het als iets slims. Maar zo wil ik het niet zeggen. Van, het is... Die slimheid moet je er zelf aangeven. Ja, dat je koos heeft hier een soort van het idee van, maar hoezo? Ik ben fucking filosofisch bezig. Ja, bij mij klikt die echt meteen. En daardoor ben ik bezeten van deze game. Snap ik. Mm-hmm. Ik droom ook in inventory management. Nee, maar niet zozeer inventory management. Nee, maar ik ben alleen maar gefixeerd op die game met cargo. Ik heb zoiets van, hoeveel cargo heb je? Schepen langskomen met, wat? 3000 cargo? Dan ga ik echt helemaal flippen. Hier heb ik overigens pas 220. Is dit mijn schip? Ja, moet wel. Niet in mij in ieder geval. Ik ben aardig lang bezig geweest uiteindelijk om het helemaal mooi samen te stellen. Kan je hier in loop fast forwarden? Is dit hoe je begint? Doe maar een paar minuten. Nee, want het ding was, ik had heel erg een soort van design in mijn hoofd. Ik wilde eigenlijk een soort van krabbenschaar. Het is vet. Dit ziet eruit als een, volgens mij, als een of een Vulcan of een Klingon Bird of Prey. Een vessel in Star Trek. Ja. Volgens mij, maak je hem ook nog groen op het eind? Ja, zwart. Ja, zwart groen. Het is insane. Het is gewoon een fucking Star Trek shit. Jezus. Oh, dit verder. Dit was versie 1. Uiteindelijk, en nu heeft hij ook andere motoren. Maar alles aan de zijkant is gewoon gebakken lucht, toch? Bijna alles. Als in die claws? Mijn reactor zit in de ene claw en mijn graph drive zit in de andere. Oké, live. Ja, dat is smart. Ik heb niet mijn voeders gelabeld, dus om het op te zoeken moet toevallig, denk ik, een toevalligheidje zijn. Maar ik heb echt een hele lelijke Frankenstein. Maar ik heb fucking met een class A ship, want je kan volgens mij tot en met C. Ja. Waar je echt gewoon C is, denk ik gewoon, hè, dan moet je 100 uur in de game al hebben zitten. Nou, ik kan nu B. Dus, ja, jij kan al B, maar je als hebt... ik
Hey, daar is die van mij. Ja, maar dit is mijn 2.0. Ik heb nu een 3.0 versie. Die, nou, dit is toch niet lelijk? Dat ook nee, is niet lelijk, maar het is Frankenstein. Het gaat echt puur bij mij om cargo. Dus het is een soort van Beetle. Die echt alleen maar die gewoon een hele grote cargo hull met zich meesleept. Ik heb nog geen seconde. Echt, op een gegeven moment... Alsnog ben je dus een beetje main story coast. Want je bent gewoon in je frontier nee, omdat bezig. Ik, ja, omdat ik alleen maar bezig ben... Ja, ik heb nog steeds mijn frontier trouwens. Ja. En ik ben alleen maar bezig met gewoon ontdekken, ontdekken, ontdekken. En ik heb één keer mijn ship geupgrade. En dat was omdat mijn storage vol zat. Oké, okay, dan gaan we hem nu even uit elkaar trekken. En dan is, trekken we even afgezien van dat, is het belangrijk wat je voor schip je hebt in de game. Behalve roleplaying. Ja, ja? Ja, want op een gegeven moment kom je in sterrenstelsels die al wat gevaarlijker zijn. En met mijn background, ik ben een wanted fucking guy. Dus ik krijg regelmatig, als ik ergens kom, van word ik geheeld. Hey man, je hebt een bounty op je hoofd staan. Je kan nu of lappen, of je gaat de fucking aan. Sterker nog, dan komen er andere gasten die met hun gaan vechten. Want die willen dat jouw bounty omhoog gaat. Ja, nee, maar daarom. En, heb je dus, die gehad? Nee. Okay, maar op een gegeven moment... Heb je die gehad? Het wordt steeds wilder. Dus je moet wel up-to-date blijven. Want anders word je gewoon... anders word je gewoon een gort geschoten. Ik ben echt al een paar keer gewoon alles op Graph Drive gezet. En binnen seconden... Nope! Ja, zeker. Ja, wat de fuck weg daar, weet je? Ja. En één keer, ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben gehad, want het is echt maar één keer gebeurd. Eén keer volgde iemand mij in door fucking hyperspace. Oké, mooi punt, want dit is het ding. Hè. Je krijgt hier alleen maar verhalen. We gaan proberen straks na 30 minuten waarschijnlijk ook nog wel even uit te leggen wat de game nou precies is. Had ik ook een keer. Ik kwam ergens, ik had zoiets van nope en ik graph-drijfde weg. Kwam iemand achter me aan, die was gelijk hostile, want ik had gewoon niet gereageerd op zijn heel. Ja, ik ook niet, want ik wist al gelijk van dit is foute boel. Tuurlijk, want ik had contraband bij me tot de moer. Dus ik had zoiets van, hier moet ik weg. Kwam dat ding achter me aan, level 30. Maar die kwam gelijk both guns blazing. En ik ben level 15 of iets dergelijks. En ik had zoiets van, fuck jou. Als jij met both guns blazing, dan ga ik het ook proberen. Ja. Ik verniel hem de moeder. Niet helemaal, maar gewoon tot een punt dat hij gewoon levenloos, een soort van dat schip in de space float. Ik boord hem. Ik begin iedereen die mij kwam aanvallen de moeder te neuken met kogels. En wat gebeurt er? Mijn fucking companion wordt boos. Op mij. Omdat het Freestar was waar je tegen vond. Ja, I don't care. Iemand die mij pakt, Freestar, die ga ik pakken. Waarschijnlijk één kogel afgevuurd. Of ik ben zo overpowered. Heb jij iets verkeerd gedaan tegen ons fucking Freestar Rangers? Ik had één medkit gejat. Dus mijn bounty was letterlijk 700. Ja. Is dat in godsnaam? Stom. Omdat ik een jatter ben. Maar ik roleplay hem zoals, weet ik veel, Serenity, Firefly, weet je, Nathan Fillion, die gewoon een soort van een goody two-shoes bounty hunter is. Dat vind ik vet. Daar komen we zo meteen wel op. Ik had zoiets hier, maar zij fucken mij. En nu ben jullie boos op mij. En ik ben gestolen. Ja. Ja, gestolen. Maar de game zegt letterlijk, Sarah zegt in het begin, een van je eerste companions, die zegt, ja, we zijn Constellation. We tekenen wel, we kleuren een beetje buiten de lijntjes. Mm-hmm. Nou, dat doe ik dan wanneer ik één medkitje jat van fucking 500. Nee, ze is niet boos dat je een medkit jat. Ze is boos dat je al die gasten overhoop hebt geschoten. Omdat zij mij kwamen schieten. Omdat jij een medkit hebt. Ja, maar zij zegt, je mag buiten de lijntjes kleuren. Nee, maar dus de moraliteit van de game klopt niet. Ja, maar echt letterlijk. Want de game, Todd Howard zegt, je mag hem als space fucking marinier. Ja, dan moet je wel alleen zijn. Cowboy, pirate. Ja, maar daarom. Er is bijna niemand die met jou mee zal gaan als jij guns blazing. Je kan trouwens op Mars lopen zonder... en ik heb het idee dat het gewoon... dit was early in the game. Dat ik had zoiets van, hé, maar waarom de fuck... Maar heb je kan show ik hier nu... of hard helmet? Heb je nee, dat heb ik allemaal niet gedaan. Ik heb altijd soort van, ik heb altijd alles aan. Behalve dan bevrijdelijk nu. Dus ik had het uitgetrokken. En ik kon gewoon zonder helm rondlopen. Ik denk omdat het zo early was dat ze denken van... Nou, ik ga hem nog niet eraf afstraffen. Okay. Maar dat was heel raar. Af en toe dan denk ik van, klopt. Die wel. Maar, dat was heel gek. Voordat we dat doorgaan. Ik had ook gewoon twee momentjes. En nogmaals, niet per se, zeker niet main quest related, maar bijvoorbeeld een van de dingen is ook een clipje die ik heb klaarstaan, dat Space Pirates. Weet je, ik ben lekker een planeet gewoon aan het exploren en in één keer zie je een ruimteschip aankomen en die landt echt bij je, zo poef. En ik ben heel lang aan het rekken, zodat we hopelijk het clipje kunnen laten zien. Space voordat Pirate? Het voorbij heet het is. Space Pirate? Het heet Space Pirate, ja, vandaar dat ik het ook zou zijn. Precies, maar je moet het duidelijk. Space Pirate. Het is zeg maar een clipje die ik had klaar. Kijk! Space Pirate. Oké, dan ben ik hier gewoon lekker bezig op als het planeet. Als je hier gaat, dan komen Space Pirates!
En denk je, je ziet ze aankomen op het deze planeet. Ik dacht eerst even verder. Je zie je? Je was iets van... je was aan het twijfelen, weglopen. En je had iets van... Nee, natuurlijk niet. Hier moet ik op af. Ik ga het gewoon fucking doen, man. Pat. Ik zie al deze... Dit schip heeft best wel veel cargo. Maar moet je kijken de belichting en deze stage op dit prachtig. Het ziet er met sommige momenten echt aan de random generated uit. Plek, hè. Ja, is dit fucking prachtig, man. Het is insane. Ja, het is insane. En nou, ik open gelijk vuur natuurlijk. Ik haal de twee. Die schiet ik gelijk helemaal de pleur. Is gewoon nog even genaadje naar binnen. Hoppakee. Ja, nu gebeurt er iets onverwachts zo meteen. Boom. Nu schrikken er mensen van jou. Nu schrikken er mensen. Eentje die poept in zijn boek. En die zegt, zet het op mijn redden. En wat jij doet, je maakt een fout. Er fout in het begin. Want jij gaat achter de spraakje aan. Achteraan. En die andere fucker, die vliegt weg. Doei. Dan gaat je gratis schip. Want mijn bedoeling was... Als ik die motoren zie, dit is geen goedkoop. Nee, dit is een class B ship. Weet je, die kan je trouwens toch niet vliegen. Dus dat had je niet gekund. Ja, maar dat was het ding. Van mijn plan was om ze dan gewoon neer te maaien. Het schip te kapen. En hem toe te voegen aan mijn eigen vloot. Maar omdat die ene guy de benenwagen neemt. Ja. En ik denk, ik moet kiezen. You fucked yourself. Ja, weet je, fucked himself. Hij deed wel de ultimate sacrifice. Maar ik vind het zo fucking vet. En een andere keer met de free... hoe heet het nou? Free City, Free World, Free... De Free Ranger Collective. Free Star Collective. Ik vergeet de hele tijd hoe ze heten. Ik ben een Cowboy deputy. Ik ben een fucking freelancer. Okay. En op een gegeven moment moet ik met een informant gaan praten in een soort van cyberpunk bar ergens op een planeet. Dat was een van de super vette NPC's. Een Aziatische mevrouw die de baas is van die cyberpunk bar. En op een gegeven moment praat met die informant. En dat kan, maar dan moet ik uiteraard weer iets anders doen. Neo-Aziatisch bedoel je? Want we hebben geen Azië meer in dit universum. Fair enough. Neo-Aziatisch. Maar het ding is... Moet ik natuurlijk uiteraard wat doen voor de mevrouw van de bar. En want hey, you scratch my back, I scratch yours. Moet ik participeren in de Red Mile Run. En dat... De Kessler Run. Hoe heet die shit? Nee, het is een Red Mile Run. Het is precies een run, zonder al te veel te zeggen, op die planeet zelf van 1 mijl lang. Je moet naar de overkant zien te komen, op een knop drukken en weer terug. Lijp. That's it. Drankspelletjes. Ik dacht, er komen nog drankspelletjes. Nee, het is echt fucking lijp. En je wordt echt op een stage gezet, wordt je aangekondigd, mensen kunnen geld op je inzetten. En je hebt geen idee wat. Je loopt een soort van dingen loop je uit. Overal op de muur staan waarschuwingen. Er staan wel wat tafeltjes om shit te craften en dergelijke. En dan ga maar. En ja. je loopt naar buiten. Maar met andere mensen ook. Is het een wedstrijd? Nee, eentje ben je. En je loopt naar buiten en kijk maar hoe je doet. Daar moet je zijn. Ja, vet. That's it. Ja, ik ben benieuwd. Het was gewoon geweest. Funny. Ja, maar daarom, dat soort dingen. Ja. Compleet. Je hoeft het helemaal niet eens te doen. Zeker niet wil je de main scenario doen. Maar dat soort dingen. Ik vind dat zo fucking gruwelijk. Ja, maar het was een tof, lekker, gek dingetje. Maar het is toch niet een soort van questline van wereldprop? Nee. Maar juist lijkt dat soort toffe kleine dingetjes waar je het gewoon later... De kleine nuggets. Maar alles. De hele game bestaat uit kleine random... Heb je de Red Mile Run gedaan? Ja, weet je wel? Amazing kleine... Zoals, ben jullie de Party Cruise al tegengekomen? Ja. Weet je, dat hebben jullie die Earth Settlers gevonden? Ja, zeker. Ja, nee? Ja zeker. Ja. Er is een schip met die mensen. Net, zal ik het zeggen? Nee, we gaan met mensen. Ja, een schip met mensen. Zonde, ja. Oh man, dat is... Je wilt dingen delen, ja. Je wilt dingen delen met elkaar. Dit is één voorbeeld. En weet je, er zitten tientallen, zo niet 100 uur van dit soort shit zitten in die fucking game. Dit is één van jullie, van je soort van mede-friends uit de dingen. Vind je dit een coole character? Nee. Ik vind hem echt een suk. Ja, maar hij is ook een theoloog. Maar dat zeggen we toch ook. De Constellation puppies, die zijn allemaal... Nee, maar wie dan wel? Wie vind je echt harde mensen? Net al zei bij die Red Mile Run. De bar-eigenaar, die vind je lijp. Dat soort fucking characters vind ik fucking dope. Ze hebben gewoon weinig soort van Guardians of the Galaxy-achtige misfits. Het zijn allemaal een soort van de nerdjes van school. Ja, maar de een is een theoloog en de ander die houdt van stenen. En die... Ja, maar ja, oké. Okay, hier met Andrea is nog wel een leuk verhaal te vertellen en wat dan ook. Maar ze zijn allemaal niet heel uitgesproken. Zelfs, weet je, de mensen die je tegenkomt van de Crimson Fleet, de bad guys, ziet van ja. Oké, is dit nou de fucking... Als dit nou de loesje onderwereld... Zou jij eens even loesje laten zien? Schiet je wel knieën, pats. Ja, bijvoorbeeld. Dat, weet je, een bankrover die zich bij het minste geringste om laat lullen door mij.
bijvoorbeeld. Nee, oké, nee, oké, ik doe het niet meer. Ja. 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 Ja, dat soort dingen. Dus ik vind het een soort van, ja, nogmaals, hè, ik klink waarschijnlijk altijd negatief als ik deze game aan het bespreken ben, maar ik ben niet negatief, ik ben gewoon niet overwhelmed. En dus daardoor misschien een klein beetje underwhelmed van de game die het is. Ja, is het dan een goed idee om te beginnen te praten wat over wat voor game het is? Ja, laten we dat. Hoeveel tijd zitten we nu? Maar om te zeggen van, ik begreep nu voor het eerst waarom games zoals Skyrim en Fallout bij jullie zo klikken. Ja, ja. Want ja. Het is exact dezelfde game design. Ja. Het is Bethesda Game Studios game design. Ja. En die klikt het nooit bij mij, maar dat heeft puur met de settingen en dergelijke te maken. Ik hou niet van fucking riddertjes. Fallout shit. Ik vind het cool, maar niet mega cool. Nee. Dit is qua thema precies wat ik als klein kind super vet vond. En nu klikt alles bij mij. En nu ben ik zo fucking excited. Als dat jullie excited zijn voor Fallout 3 absoluut. Of wat dan ook. Ja, ja, maar vind je niet dan dat, en eigenlijk al Oblivion, dat de engine daarin gewoon dat niet 2023 voelt. Er zijn trouwens dingen, zoals jij echt aangeeft, hè, die graph shit. En dat bijvoorbeeld contraband is nogal een ding in de game. Je kan smokkelen, maar het is best moeilijk. Mm-hmm. Of je moet, ik ben namelijk, ik denk wel 5 uur van mijn 50 euro, de 10% van de tijd, ben ik naar random star systems gegaan om te hopen dat daar iets van een trade authority zat, zodat ik mijn contraband kon verkopen, omdat ik niet naar de main systems kon vliegen. Er zijn bepaalde, want die scannen je en dan ben je de lul, moet je naar de bak. Er zijn bepaalde trade authority ships ook buiten orbit. Ja, zeker, maar die moet je vinden, want op een gegeven moment, ik word doodgegooid, omdat ik gewoon aan het exploren ben. Overal en nergens ligt wel contraband. Ja. Die shit is zoveel geld waard. Nou, ik ben gewoon een hebberige fucking cargo guy in deze game. Dus hier ook gewoon die 28 hours without incident. Zodra je iemand neerschiet, wordt het een Oh, wat bij mij stond er 153. Ja, maar zodra jij iets doet, dan zat er ook nul meteen. Dat is heel fucking vet. Maar ik weet niet meer wat mijn verhaal was over. Oh ja, dus over die contraband. Ja. Op een gegeven moment dan zijn er vendors die logischerwijs maar een bepaald aantal bedrag per dag iets ongeveer kunnen doen. Dus ik had op een gegeven moment, daarom ben ik urenlang rondgevlogen om te kijken of ik naar andere traders kon vinden. Nou, op een gegeven moment had ik een trucje of iets dergelijks gevonden. Zoals jij dus inderdaad zegt, de engine is op sommige momenten ook briljant. Namelijk, je kan het gewoon hier achter de bar laten staan. Je legt het gewoon in en blijft het gewoon liggen. Leggen. En 15 uur later in je game ligt het gewoon nog steeds. Er ligt dus bij mij, bij de Trade Authority op Wolf, bij de Den, liggen er 16 fucking smugglers Ik weet nou niet of ik het immersion breaking vind, want ik had New Atlantis is een van de plekken waar je natuurlijk het allereerste land in de game. Volgens mij is het de eerste planeet waar je landt. Na Argos, waar je die shit hebt gedaan, natuurlijk de opening van de game. En je op het begin, zeker wanneer je geen perks hebt of geen mechanized spacesuit of whatever the fuck, ben je snel overencumbered. Dus ik loop in het park van New Orleans en denk, ja, fuck it. 50 uur lang heb ik nog geen mechanized spacesuit fucking gezien. Luister, dus ik loop door het park en ik denk, ja, oké, flikker, dit maar weg, dit weg. Alles wordt op het pad gepleurd. En nu, 25 uur later, want het is helemaal het begin van de game, het ligt nog steeds daar. Tuurlijk. Ja. Is er niemand die het park schoonmaakt? Nou ja, kijk, het blijft een game. Maar ik vind het juist grappig dat die game onthoudt dat. Want het is namelijk vaak amazing, zo. Maar tegelijk het is fucking 15.000 credits. Volgens weet je, mij was het bij Fallout 4 wel zo dat als je iets dropt uit je inventory, dat soms iemand naar je toe komt. Hey, is dit van jou? Ja? Ja, ja, insane. Maar je kon er ook dingen in. Volgens mij kon je daar dingen in lockers stoppen. En dan bleef het altijd in die locker. Maar of dat inderdaad in the wild gewoon dat je het volgens kon droppen? Ja en nee. In zekere zin wel. Maar volgens mij na een tijdje verdween het wel. Ja. En hier vooralsnog blijft het lekker allemaal liggen. Dat is ook vet. Dat zijn wel de dingen waardoor je niet hoeft te verwachten dat dit dat het seamless van planeet naar planeet kan. Nee, ja. Want het is niet zomaar, oké, kijk met No Man's Sky. Geef me een verhulde loading screen, namelijk wolken. Een wolkenanimatie. Terwijl je zelf hebt opgestegen door de wolken en daar is space. Ja, ik weet niet waarom dat niet kan. Het kan gewoon niet met deze engine. En dat... Ja, maar waarom? Want zelfs de bakker op de hoek moet je inleiden. Dan kan je net zo goed toch inderdaad naar wit gaan en dan maar in plaats van een balkje die vol loopt of whatever, doe je een wolkenanimatie. Ja, precies wat hij zegt. Immersion, weet je? Dat is zo raar. Mm-hmm. Maar zelfs, het is vreemd, want zelfs als je... We zagen net alweer een paar wordt minuten het geleden de stand-up bij de bank. Mm-hmm. Als je die bank ingaat, wat gewoon twee verdiepingen zijn van, weet ik veel, 80 vierkante meter, dan moet hij dat laden. Hij moet het inladen. De interior, exterior, dat is al sinds, ik weet niet, misschien Morrowind, maar sowieso Oblivion, doen ze dat. En
weird. Dat is niet, voelt niet 2023. It's annoying. Hij voelt niet next gen aan. Nee, dat klopt. Zeg maar, er zijn heel veel dingen die aan deze game next gen aan voelen. Dat voelt totaal niet next gen. En hoe meer koffertjes ik bij de trade gen of de trade authority laat liggen achter het bureau, hoe langer mijn laadtijd lijkt te worden voor mij. Nee, maar dat volgens mij heeft Digital Foundry, ik weet niet zeker of het Digital Foundry was, misschien was het ook een andere partij, die had dat ook vastgelegd. Ik had namelijk zelf ook wel het idee, die save game moet gigantisch zijn. Ja. Want ik speel hem op PlayStation of PC en Xbox. En iedere keer als ik switch tussen die twee, moet die synken. En dat synken duurt lang. Ja, precies. Dat duurt zeker, nou, misschien 2 minuten of iets dergelijks. En normaal gesproken elk ander game. Ja. Pad, gesinkt en dan is hij klaar. Dus hij moet gewoon honderden MB's aan fucking shit naar binnen gooien inderdaad en omzetten. Die partij had ook gewoon hoe langer ze de game speelde uiteindelijk, hoe langer de laadtijd ook werd. Ja. Waarschijnlijk omdat hij alles moet onthouden. Waar geen ding op straat leggen. Nee, eigenlijk niet. Behalve dan, je moet iets verzinnen om je fucking contraband te kunnen verkopen voor heel veel geld. Maar dat is één laadscherm wanneer de game start. Hè? Voor wanneer je gewoon inderdaad spaceship gaat of inderdaad winkels gaat of vanaf planeten. Dat duurt bij mij 2-3 seconden. Ja. Op de MSI die we hebben gekregen van MSI voor deze game te reviewen, duurde het in het begin nog geen halve seconde, een laadscherm. Ja, maar nu 1,5. Dus en het is misschien een. Ja, maar het is nog steeds het is hartstikke snel. En ik heb, weet je, ongeveer 1 jaar of 2, 3 jaar geleden, misschien max 3, een betoog gehouden over laadschermen. Dat het zo'n lekker een momentje van rust en ding is. Fuck dat domme verhaal van mij. Daar was ik het toen helemaal mee eens hoor. Ik had zoiets van, nu kan je even reflecteren op wat de game. Nu heb ik 0 laadtijden. Ik wil ook nooit meer terug naar laadtijden. Fuck laadtijden. Ja. Dus maar 1,5 seconde is al lang. Maar in principe is dat nog steeds kort. Niet voor een interior bank, maar wel als je teruggaat naar de planeet. Ik heb er echt totaal geen. Ja, er zijn laadschermen in als je in je spaceship stapt, als je van de planeet af gaat, dat soort dingen. Ik heb me er geen moment aan geïrriteerd, maar als jij er wel aan irriteert, dat snap ik. Ik vind wel bijvoorbeeld hier dit soort dingen, een winkeltje zoals hier. Wil je niet naar de intercom kijken? Vind je het geen mooie Ik bedoel, zie je of van, dat is het persuasion systeem. Je hebt sommige, als je een cave in loopt, dan heb je ook een laadscherm. Ja, heb ik zoiets. Ja, onzin. Ja, precies. Dat voelt een beetje. Ja. Oké, Daan. We gaan nu beginnen uit over wat deze game is. Is we doen een soort van een ander sommetje. Ja, afgezien van dus dat het Fallout in space dus No Man's Skyrim is. Dit is Bethesda's nieuwste project. Technisch gezien niet per se het nieuwste project, want ze zijn er nou eigenlijk gezegd al 25 jaar bezig met het concept ervan. Nou, ik weet niet waar dat te zien is, maar. Huh? Ik weet niet aan wat dat te zien is, maar... Nee, ja, ze waren gewoon aan het wachten op de tech. Zo van, oké, we willen een space game maken en we wachten tot het kan. Dat Freelancer, Mass Effect, allemaal games die... Het was gewoon simpelweg 25 jaar geleden zat Todd Howard te poepen. Toen dacht hij, ik wil een space game maken. Ja. Ah, kan nog niet. Nee, precies. Kan nog niet. En waar we nu... Er zit trouwens iemand, dus Todd's haar zit in de game. Echt best wel vaak. Als je gaat kijken, soort, er heeft een character designer echt de best time gehad om gewoon Todd Howard's haar gewoon in de game te stoppen als model. Het is super grappig. Dus dat. Okay. Wat voor game was het? Dit is, net als Fallout en net als Elder Scrolls, is gewoon een open wereld RPG waarin je vooral de nadruk ligt op vrijheid. Ja, je hebt een verhaal, in dit geval met Constellation, je broeders ervan, en iets met artifacts en dergelijke, waar ik ook niet al te veel over kan vertellen, omdat ik gewoon simpelweg linksaf ben gegaan waar de game wilde dat ik rechtdoor ging. Ja, maar dan ben je wel echt een onzeker mannetje als je dat doet, hoor. Ja, maar ja, ik ben zo onzeker dat ik wel gewoon tot 4 uur 's nachts lekker aan het gamen ben en gewoon plezier heb. Maar goed. En in die wereld kan jij dus naar vele verschillende planeten en sterrenstelsels, waaronder ons eigen Sol. Daar kan je gewoon ofwel dingen ontdekken die niet per se gemapt zijn, ofwel je houdt je meer aan de planeten die onder de UC en de Freestar Collective en dergelijke vallen, waar meer de steden ook te vinden zijn. We zitten ondertussen ook te kijken naar ship combat, want dat is een van de dingen die mogelijk is in deze game. Je kan erop uittrekken met je schip, niet helemaal seamless zoals je inmiddels wel weet, maar je gaat van planeet view naar op een planeet. En daartussenin zit eigenlijk je star map waar je je hele melkwegse stelsel kan ontdekken. Zeker. Genadeloos die koos. Ja, maar wel zwak. Ik vond deze wel zwak. Je hebt zwakke gunnetjes. Oh ja, dat zijn nog de standaard guns die ik erop heb zitten. Behalve ja, mij dat zijn ik een targeting system heb. Van lasers die... Kadoen, 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 kadoen. Ja, dat heb ik ook wel, maar dat verbleekt alsnog gewoon met mijn cargo space. Maar dan,
Huh? Get the fucking job done. Ja, ja zeker. Precies. Maar om meteen weer even een zijspoortje te nemen, omdat jullie begonnen over, heeft het nut? Kijk, dat is een beetje het ding. Bij Fallout, was het nodig om een settlement te maken? Nee. Maar was het leuk voor de mensen die het leuk vonden? Zeker. Heb ik er veel uren in gestoken? Minstens 100, kan ik je vertellen. In dit geval, een spaceship, ergens heeft het heel veel nut om wel een goed spaceship te bouwen. Want hè, je hebt inderdaad de cargo nodig. Je hebt ook goede wapens nodig. Want op een gegeven moment ga je echt steeds betere enemies tegenkomen. Naarmate je verder uit het centrum van waar je begint te reizen. Dan ga je van level 5 naar level 10, naar level 15, 20, 25, 30. Weet je, het wordt steeds moeilijker. En ja, op een gegeven moment wil je ook wel verder reizen. Want misschien zijn daar meer zeldzame grondstoffen te vinden of meer vette wapens bij wat voor outpost dan ook. Dus ja, op die manier... De game stuurt je op een gegeven moment natuurlijk ook wel naar wat farther regions, ja, met hogere levels. Ja, en op die manier ben je gewoon het melkwegstelsel aan het ontdekken. Maar dat voelt als een natuurlijke progressie. Ja, maar dat hebben ze altijd goed gedaan, hoor. Dat moet ik wel zeggen. Het is nooit zo geweest dat je al meteen, ik ga hier 20 sterrenstelsels verderop en dan kom ik tegen level 30. Oh, dat was een goed idee. Nee, dat was het niet. Want nee, je niet, maar het kan wel. Ja, het kan wel. Dus, en je kan victorious zijn. Als je een beetje hier en daar kun je wat cheese. Ik moet wel zeggen, in schepen, ship combat is daarin gewoon heel moeilijk. Maar je hebt wel als level 30 monsters die je als level 10 tegenkomt en dan ga je gewoon op de rot staan waar ze net niet kunnen komen. En dan cheese je hem zo, weet je, dat soort dingen. Of je maar dan voel je ook een pimp als je dat wel. Dat is de Elden Ring variant van mensen zoals ik. Ja. Van, ik heb hier net level 30. Achter een rotje zitten, niet geraken worden. Dat is niet de Elden Ring variant van de game. Voor mensen zoals ik, die geen masochisten zijn en zichzelf graag geestelen met een Elden Ring. Maar gewoon soort van, ik heb net een hele moeilijk gevecht gewonnen. Ja, moeilijk gevecht. Een heel moeilijk gevecht. Want het was moeilijk in de zin van, stel je voor, ik was van dit randje afgevallen, dan was ik waarschijnlijk heel erg te shaken. Dus ik heb daar echt heel goed naar dat randje gesprongen. Wat ben jij hier aan het doen? Ik ben vooral aan het filmen dat zij geen gun in de hand heeft, terwijl ze wel doet alsof ze een gun in de hand heeft. Maar ben je en dit hier is de bank stand-off. Nee, dit is die bank van binnen. Ik heb dus wel heel anders gedaan. Ja, ik wou het zeggen. Ik heb ze onder de tafel geluld. Ja. Ik heb ze niet onder de tafel geluld, want dan kunnen we het even hebben over het persuasion systeem. Of er zitten eigenlijk heel veel, net zoals in andere RPG's, Baldur's Gate 3, zitten er persuasion, intimidation, al dat soort dingen in. En er is een manier waarop je het uitgelegd wordt dat je sommige een head start of eigenlijk een soort van advantage kan krijgen. Niet advantage zoals in D&D met rollen, maar gewoon de overhand in een gesprek. En dat is met een plus 1, plus 2, plus 3 of plus 4 of plus 5 moeilijkheid antwoord. En hoe hoger dat nummertje, hoe moeilijker, hoe riskier het is. Ja. Ja, je hebt vaak 4 pogingen in een gesprek om genoeg plusjes bij elkaar te sparen. Om 4 of 6 punten. En dus de persuasion check te halen, als het ware. Ja. Nou ja, behalve dat ze ook gelijk uitleggen van niet iedereen is vatbaar voor het een of voor het ander. Dus het is totaal lukraak. Want ik heb denk ik voor mijn gevoel vaker met een rood plus 4 antwoord een succes gehaald dan dat ik 4 keer een plus 1 groen antwoordje voor dit is veilig. Maar doet het nooit. Wat ik wel denk is dat het niet per se uiteindelijk, hè, dat was nadat ik erover nadacht, niet per se random is, maar meer van zijn dit de uitspraken die wat doen bij deze gast. Want ik had op een gegeven moment zoiets van ja, maar dat zo leg ik ging hem uit. Nee, oké, dat is waar. Maar ze leggen hoe hoger je punten, hoe riskier het antwoord. Maar het voelt wel alsof juist de riskiese antwoord het minst risky zijn. Want ik had juist bijvoorbeeld, hè, in het geval van die bank, er waren een paar makkelijke opties van hey, luister, we kunnen elkaar helpen. En de moeilijkste optie was, luister Pik, als jij die mensen niet inlevert, dan schieten we je helemaal overhoop. Dan ben je prepare to die, bitch! En omdat je al eigenlijk, omdat hij al een beetje onzeker was, die dingen die hem in zijn hand speelden, die hadden geen zin. Die zei van, ja, ben je gek? En uiteindelijk die dingen waardoor ik zei van, ja, doe nou maar niet, vriend, want ik maak je hartstikke dood. Ja, dat was uiteindelijk misschien de groene optie, want dat was de enige juiste optie die ik kon kiezen. En dat was dus uiteindelijk de moeilijkste, zogenaamd. Ja. Omdat dit vanuit jouw oogpunt het meest risky. Maar vanuit voelt heel lukraak. Ja, dus maar jullie bij de bank is gelukt. Ik ben gewoon hier, ik wilde zeggen heel stoer, both guns blazing. Maar zo speel ik geen enkele game. Dit is hoe ik games speel. Ik sneak en ik doe headshots. Ja, over de sneak zoals ik ook vroeger Skyrim speelde en wat dan ook. Ik kan nergens ontdekken of ik gezien word of niet. Jawel, dat staat gewoon hidden boven. Dan doet het bij jou misschien in de game niet. Maar het is gewoon het, als jij in crouch gaat. Ja. En je hebt sneak of stealth unlocked. Want dat is een van de dingen die ik de game moet geven. Is
Ik heb ook gezegd, de game is heel breed. Is nog steeds. De game is nergens heel diep. Maar die breedte, dat is ook overweldigend en tof. Er zijn heel veel dingen hoe je je character en dus je roleplay, je RPG-systemen, hoe dat allemaal met elkaar samenwerkt. Dus het begint met de tech tree. Die bestaat uit 6 onderdelen. Tech, combat, social, inderdaad. Al dat soort dingen. En als jij levelt, en dat levelen doe je door allerhande dingen gewoon in de game te doen, krijg je XP voor dingen ontdekken. Ik vind het perksysteem wel heel vet trouwens hoor. Want, ja. Want je moet natuurlijk iedere keer dat je levelt, kan je een skill unlocken. Maar wil je door naar de volgende rank van die skill, dan moet je een challenge gaan halen. Challenge halen is de skill gebruiken. Ja. Dus het voelt alsof je wel leert. Traint zeg maar. En leert, ja. Maar een heel logisch vervolg op wat het bijvoorbeeld in Skyrim was. Als je iets vaak deed, kon je, levelde je daar gewoon in. Ja. Weet je, en dat is vet. Maar hier is het soort van, ja, dat werkt. Maar alleen als je hem eerst inderdaad zegt van, ik wil dat dit belangrijk is voor mijn character. Ja. Ja. Super logisch. Ergens dus jij hebt niet de sneak. Nee, dus ik krijg geen caution en danger. Nee, ik dus dacht jij kan gewoon nog niet sneaken. Weet je, dat is volgens mij had ik dat bij mijn character al als backstory. Ja, you're not sneaker. Een reus die sneakt, ja, dat kan niet. Ik speel niet mezelf. Hè. Ik ben Santiago, de neo-Latino combat medic. Ja, precies. Uit? Uit welke planeet je maar wil. Ja. Oké, ja, precies. Niet, kijk, hier hangt mijn spaceship aan de eye, wat een van je dinges is. Nou, dat soort plaatjes denk ik van, godverdomme, wat vet is dit. Ja, maar deze game ziet er op sommige momenten echt adembenemend uit. Ja. En op sommige momenten, en dan heb ik het vooral over bepaalde niet belangrijke NPC's, dan ziet het er gewoon alsof een drol vooral een op heeft gezet. De citizens. Zo, ja, die hebben ze af en toe die blik. Soort van, bah, als ze iets razen, dan lopen ze langs. Ja. Ze hebben echt next level pannenkoeken. Ik bedoel, kijk, dit ziet er prima uit. Hoe deze guy eruit ziet en zijn facial animation. Oh, je got some nice guns there. Maar er zijn ook een paar wat minder belangrijke, want dit is een belangrijkere papi. Er zijn wat minder belangrijke en dan heb maar je het is heel dat ook nightmare. Beste eigen, vind ik niet erg, dat vind ik bijna wel grappig. Ja, bijna Five Nights at Freddy's. Zeker, scary shit. Dan level je dus naarmate waar je kiest, waar je in verder gaat levelen. En dat is af en toe een beetje gokken van, ik denk dat ik dit wel leuk vind. Want ik heb nog nergens een respec kunnen doen, wat logisch is. Want je kan ongelimiteerd levelen. Ja, dat wel. Maar je moet dus wel inderdaad gewoon punten ergens op inzetten. Want als je, stel je zou hem respecken, dan is al je werk dat je erin hebt gestopt om 1500 locks te pikken, bij wijze van hoe zou je dat... En die challenges niet meer, inderdaad. Ja, die challenges inderdaad, die zijn dan weg. Die kan je niet soort van... Stel je, ik heb mijn lockpick op max. Dat je daar... als ik dan een andere perk zou kiezen, dat ineens ik niet meer 1000 keer heb gelockpicked, maar 1000 kilo aan shit kan dragen. Weet je, dat klopt gewoon niet. Dus ik vind dat super geloofwaardig en tof. Want je hebt naast het feit dat je dat als character kan doen, heb je ook in de wereld, zoals ook de crafting stations en zo van Fallout, heb je plekken waar je daadwerkelijk ook je skills nog verder naast je challenges kan gaan honen. Zoals als je bijvoorbeeld, je kan unlocken voor jezelf als perk dat je een weapon guy bent. Ja. Maar dan moet je ook nog eens research gaan doen. Op een research station naar weapons. Weapons. Overigens, die mechs die er zijn. Dit is mijn Elden Ring momentje trouwens. Ik weet niet of dit jullie footage is, maar ik denk die van mij. Want, echt, je mag het echt geen Elden Ring momentje. Jawel, want zo meteen ga ik naar beneden en komen er een paar hele enge beesten. Ja, dit is mijn footage, want ik kijk naar alles wat op de grond ligt. Ja, dat snap ik op een gegeven moment niet meer hoor. Maar dan ga ik gewoon weg en dan ga ik zo. En dan ben je gelijk ook een level hoger en dat soort shit. En dan voel je een pimp. Dus ik voelde me een Elden Ring robot te maken. Pimpering. Kijk hier, dit vond ik ook. Ik had zoiets van, kan ik hier maar wat mee doen? Dat is worldbuilding. Soms kan dat, soms niet. Ja. Ben je niet op deze mech? Dat zijn hier mechs, hè? Dat zijn hier dat is ding. Dat zeg ik. Size mechs zijn hier. Giga-dingen zijn dat. Hier, kijk, dat is gewoon Armored Core is het eigenlijk. Hier is de Armored Core zit hier ook in. Siren. What? Hard. Ja, dat is hard. Hier, ik pak even. Ik denk dat de Siren is ook een universeel wezen, denk ik. Dat zou goed kunnen. Dat weet ik niet. Want het lijkt me niet dat die siren alleen op die planeet is. Ik ga die siren even fucking lol geven. Nee, ik ga even kijken wat ik nog meer heb. Kijk hier. Oh, die Frenzy Arc Welder voor sommige dingen. Hè? Een soort van, ik ben nooit van de heavy guns in games. Maar ik vind heavy guns in deze game heel vet. Ja. Ja, laten we dan gelijk ook even over de gunplay hebben. Want we hebben het over de gunplay gehad ook in jouw review in progress. Ik heb het nu zelf ook gespeeld.
Ik vond het op het begin minder als Cyberpunk. Ik, na de hand, je zag ook op een gegeven moment heb ik modified maelstroms en dat soort dingetjes. En nee, de gunplay is dope. Maar vooral ook omdat ik die booster pack heb. En ik had een fucking clipje gemaakt op mijn Xbox, maar die ben ik vergeten erin te zetten. Weet je, ik zat op een maanbasis. Ik moest een bepaalde druglord uitschakelen. Nou, op een gegeven moment, hij stuurt al zijn robots en zijn manschap op mij af. Weet je, en ik duik zo fucking de muurtje voorbij. Ik schakel die robot uit. Ik zie aan de andere kant zie ik een guy weer wegrennen natuurlijk. Want hij ziet die robot fucking annihilated worden. Dus hij rent. Ik pak mijn shotgun. Boost. Ja. Helemaal aan de andere kant. Klang, vanuit de lucht. Ja, dat is heel leuk. Ik moet wel zeggen, het is wel een RPG shooter. Dus waar je een headshot is niet altijd een zuivere headshot. Want soms dan gaat je kogel gewoon een andere kant op. Gewoon omdat je... Ja, het is een RPG. Dus je skill, af en toe voelt het een beetje als sprayen. In de hoop dat je raakt en een crit haalt en dan weer wel en dan weer niet. Daarom gebruik ik ook vaak niet de automatische wapens in deze game. Ik ben meer van de single shot rifles. En dan niet eens met een scope, want door die scope zie je alleen het rondje. Ik wil dat wapen zien. Ik wil een beetje die terugslag zien. Dus op zijn hoogst zet ik er zo'n glow sight of wat dan ook op. Een neontje. Ja, precies. Ja. En verder wil ik gewoon eigenlijk dat het een single shot rifle is. Want dan voel je ook veel beter aankomen. En dat speelt maar alsnog zie je dat... Pistolen ook bijvoorbeeld. Het speelt lekkerder dan een SMG. Zeker. Ja, vind ik ook wel. Ik vind dus die arc welder wel. Beam particle weapons vind ik heel chill. Ja. Maar even kijken, het voelde af en toe als airsoft. Weet je, als jij daar je airsoft ding en je ziet een kogeltje gewoon afbuigen van waar je... Dat gebeurt in deze game ook vaak. En gewoon omdat het niet een sim shooter is, maar gewoon een RPG die gewoon uitrekent. Het is een RPG met shooter mechanics. Ja, precies. Ja. Dus, je ziet hem al zo de loop uitkomen, weet je, of iets naar rechts. Ja, precies, daarom. Precies. Dus, en dit is dit bedoel ik daarmee. Ja, daarom. Je ziet hem een beetje zo gewoon. Ja. Maar ik vind dat nog steeds wel lastig. Want ik ben gewoon een... Weet je, in Skyrim was met mijn pijlenboogboy... was het gewoon een headshot fucking in the face. Was gewoon sneak damage keer hoeveel dan ook. Heb je sneak damage? Ja, hetzelfde. Okay, 2.1. Ja. Weet je, maar ik ben niet het sneak path gegaan, dus ik zou het niet weten. Als een headshot niet een headshot is, wat doet dat dan nog? Weet je, dat is als in... Ik doe wel crit damage. Maar als iedereen draagt natuurlijk helm. Misschien is het ook hoe ik mijn perks heb opgezet. Want ik had al gelijk op mijn gun perks ook in geïnvesteerd. En dan volgens mij ook met mijn background heb ik daar proficiency in. Ik had dat niet zo'n probleem met die headshots. En misschien is het ook omdat ik met muis en toetsenbord speel. Dat zou kunnen. Ja, nee, dan moet ik dat eens proberen. Want ik heb wel, als ik met controller speel en dan semi-automatische of automatische wapens pak, dan vind ik het moeilijker. Ik heb iets wat normaal gesproken gewoon een single shot rifle is, had ik nu als een soort van automatische shotgun variant gekregen. Oh, vet. Ja, dat soort. Zo'n legendary perk is dat, zeg maar. Ja, er zit een leuke mod in. Recht omhoog meteen, hoor. Niet het is er zit echt wel een soort van Borderlands-esque looter shooter mechanics in. Weet je, niet zo ver als dat soort games, maar wel gewoon van, oh, wat voor modification zit hier nu weer op? Oh, dan gooi je die andere weg en dan pak je de nieuwe erbij. Zeg maar ik ben altijd overencumbered door de 20 plus guns die ik mee heb, omdat ik ze allemaal leuk vind. Ik hier de sneaker, maar dat heeft dus helemaal geen zin. Nee, ja, sneaker. Is dit een heb je hier een modified assassin calibrated Ion? Ik heb gewoon een Ionnetje. Gewoon een Ionnetje, oké. Ja, wel. Je merkt wel. Ik vind de gun designs bij vlagen echt heel vet. Ja. Heel vet. De wapens hebben op de achtergrond levels. Dus die zie je niet. Maar een ongemodificeerde Ion is, als jij level 3 bent, is die misschien 4 damage. En op level 15 is die misschien 23 damage. Nou ja, of maar 9. Maar dan zitten er inderdaad modifications aan jou en aan de gun. Als je in je eigen perks... perk level 1 is bijvoorbeeld 10% meer damage met pistols. Perk nummer 2 is 25% meer. Ja. En dan weet je, het schaalt zo verder op. Ja. Drumbeats mensen, die leveren best veel geld op. Dus die moet je gewoon altijd lekker meenemen. Alle wapens waar ook maar iets aan gemodificeerd is, lekker meenemen, lekker verkopen. Een grendeltje of wat dan ook, dan neem ik I don't care. Mee, ik heb dan echt de 25 wapens en dan weer 10.000 erbij. Na 50 uur kom ik nog steeds af en toe. Ik vind de game is ook heel goed in het faseren
van nieuwe wapens, nieuwe ship parts. Zeker. Wat dan ook. Dus, want na 50 uur zijn er nog steeds tig dingen. Ik kom elke uurtje iets nieuws tegen. Een wapen dat ik nog niet kende. Een merk wapens dat ik allemaal nog niet had gezien. Ja. Ik was een of andere fucking weird space wapen kwam ik gisteren tegen. Ik dacht van ja, maar ik ken het merk niet. Ik weet niet wat het voor wapen is. Gewoon volledig nieuw. Hetzelfde voor ship parts. Dat vind ik heel goed gedaan. Ja, maar dat is wel onderdeel van de exploration. Want, ja. Tuurlijk, want bij exploration komt ook looten. En in de meest weirde fucking dingetjes kan je denken... Ja! Kijk, ik mijn eerste legendary tegen. Het ding is wel, het is natuurlijk ook heel Bethesda eigen. Van oké, je begint in Skyrim, je begint met Iron Swords. Als je level 5 bent, dan worden een beetje die Steel Swords geïntroduceerd. Ja. Weet je, en aan het einde krijg je van de meest simpele enemies, krijg je al Daedric shit wel. Ja, precies. Maar klopt. Behalve het zijn er misschien wel meer. Meer types, absoluut. Merken. Maar het mooie is, en dat heb je dus ook in Skyrim en in Fallout. Het mooie is wanneer je dus level 1 tot 5 bent en je zit nog zeg maar in het Iron Weapons terrein. En je krijgt ineens al eentje van die categorie of twee hoger. Wel op jouw level, maar je krijgt dan ineens een Dwarven Sword. Ja. En als gast die alleen maar Iron Shit draagt, is zo'n Dwarven Sword hard. Ja, is lijp. Dus ik heb ook al een paar keer gehad van de selectie wapens die je tussen level 1 en 5, laten we dan weer voor het gemak zeggen, krijgt. En ik krijg ineens een wapen wat ik nu ineens wel vaker begin tegen te komen op level 17. Maar ja, die eerste 17 levels is dat één keer dat ik het ben tegengekomen. Ja. En daarna wordt die pas normaal. Ja. En op die manier faceren ze dus ook heel erg welke wapens je krijgt. En soms krijg je dus al even twee categorietjes verderop. En dat zijn ook wel weer echt goed gedaan. Momenten. Dat is echt fucking goed gedaan. Ik vind ook waar ik bij andere games en ook bij oude Bethesda games, waar je af en toe het verschil tussen een legendary wapen vinden of een special weapon of wat dan ook. En je street level stuff, wat je zelf modificeert, vond ik vroeger off voelen. Dat ik dacht van ja, dat ene is veel vetter, alleen het doet niet per se heel veel meer damage. Hier voelt dat anders. Ik denk dat het ongeveer hetzelfde werkt, want je kan nog steeds met je... als jij een normaal wapen een paar mods geeft, omdat je die mod perk hebt gedaan, dan wordt het ook gelijk eigenlijk een special weapon, zonder dat daar een special weapon noem je dat, naam en dingetje bij hoort. Ik moet wel zeggen, in Ultra Wide voelt die heel cinematisch. Ja, de game werkt echt heel goed in Ultra Wide inderdaad, ja. Is dit on Ultra Wide met een... Nee, want dit is wel rond. Je map is niet... Nee, je UI is rond. Je map is niet rond. Dus het is een kut versie van. Zie je dat? Je rondje links nu is geen rondje. Het is een eclipse. Terwijl het loading screen was wel een rondje net. Dus je footage, je beeld is uitgetrokken. Iedereen heeft ook... Nee, de HUD. De HUD, ja, of de HUD. Of misschien het hele beeld. Heeft mensen niet ook een veel langer of breder gezicht dan normaal, bij wijze van? Ja, aan de zijkant. Liep iemand soort van. Fucking super druggy. Hier ben ik trouwens ook. Wij zijn op hetzelfde punt in de game. En jij hebt er hoeveel, weet je, de 20 plus, 25. 30 plus. Volgens mij zijn we alle drie plus. Level 18-ish. Ja, ik ben level 22 volgens mij nu. Oh, oké, want gisteren toen zat ik te kijken van... Coast Online, Exploring the Stars, level 17. En toen stond bij jou level 16 zelfs. Ik hier, dit is je zag mijn dinges. En volgens mij is dat van eergisteren, die level 18 stuff. dat ik net daar de unlocked. Nee, maar echt, ik ben gegrepen door deze game. Het is absoluut niet de beste game die ik heb gespeeld dit jaar. Maar ik denk wel degene die ik het vetst vind. Subjectief. Wel zeker even. En dat is het grappige. Ik heb nog steeds meer feeling met Baldur's Gate. Omdat die game heeft me wat vrijheden gegeven in het RPG-genre. Ja, maar dat bedoel ik. Deze game is, en zo is die wel een beetje natuurlijk gepromoot, baanbrekend. Boundless, nog nooit eerder verteld. Bla, bla, bla. Nee. Vind ik niet echt, weet je wel. Het is gewoon, om het nogmaals te herhalen, het is Fallout in Space, keer 40 of zo, weet je wel, qua size. En dat is fucking vet, maar nog steeds gewoon wel die fucking Bethesda Game Studios formule. Ja, niks baanbrekend, want het is hetzelfde en het is heel goed. Een store leegroven werkt precies hetzelfde. Maar bij Baldur's Gate had ik echt het idee van... hier heb ik iets meegemaakt wat ik nog nooit heb meegemaakt. In die vrijheid en de keuze en de invloed die je daarop hebt. Oh, dat en in Zelda invloed. Ook.
Ja. Want met die hand-building fucking shit en hoe je daarmee de wereld kan beïnvloeden en puzzels moet oplossen. Ja, of een puzzel op een niet of hoeft te lossen omdat je iets verzint waardoor je de puzzel niet meer hoeft te doen. Maar weet je wat dat briljant is? Zoiets briljants heb ik niet meegemaakt in deze game. Desalniettemin vind ik dit vetter. Ja. Ja. Ja, en ik zit vaak, en ik ook in Baldur's Gate heb ik zoiets van, ja, ik speelde vroeger altijd al top-down RPG's en dit doet niet veel anders. Behalve dus dat ik nu hier dit zat te spelen, volgens mij zei ik dat ook in mijn onzekere review, dat ik zei van... Over hoe vaker je dit noemt. Nee, juist niet, toch? Dat is hoe vaker je jezelf onzeker... Ja, ik ben zo super onzeker, ik ben helemaal niet onzeker. En ik ben ook geen jongen, dat vond ik nog het grappig. Ben ik een jongen? Jongetje. Ben een jongen? Nee, jongen. Onzekere jongen. Onzekere jongen, ja. Nieuw kid on the block. Nu weet ik mijn vraag. Oh ja, dat ik in een store was. En ik had zoiets van, laat mijn companion even met die mensen lullen. Zodat ik die store leeg kan roven. Dat soort hele kleine dingetjes. Die vrijheid. Die had ik helemaal tijdens het spelen van Baldur's Gate helemaal niet door. Want dat voelt vrij native. Een soort van, ja, nee, tuurlijk. Als die even gaan lullen. Oh, wacht. Ik kan natuurlijk switchen naar mijn andere character. Bla, 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 bla. Ja. En hier heb ik zoiets van, ja, Jezus Christus. Weet je, de companion is een veredelde extra bullets. En een veredelde carry weight. Ja, zeker. That's it. De illusie van vrijheid is in deze game heel snel doorheen te prikken. Eerste party, boys! Welcome to the party! Ja, dit is toch fucking sick, jongen. Dit kwam ik gewoon op een random ass party, man. En ik, een beetje kijken, misschien kan het wel. Ja, precies. Ik dacht zoiets van, ja, maar ik wil deze fucking partyboot hebben. Gravity on or off. Dit ziet uit. Turn the gravity off. Ja, tuurlijk. Dit ziet eruit alsof het heel veel cargo heeft. Dus ik wilde deze boot nakken. Oké, het is misschien een beetje spoiler, maar ik wil het wel even zien. Nou, maar er zitten 1000 van dit soort momenten in de game. Voor mij was het de partyboot. Voor jou was het, weet ik veel. Ik snap, als ik de partyboot was tegengekomen, had hij er bij mij ook wel bij. Ja, maar voor mij dan, weet je, als ik gewoon één clipje wat voor mij de definitie ervaart. Want natuurlijk, het is ook dit soort shit, maar dat ik gewoon op een plek terechtkom. En dan voelt het gewoon alsof je in een Fallout game zit. Of misschien in een Skyrim game zit. Akira. Nou, ik was op zoek naar iets. En vervolgens, ja, ik kan niet vinden. Ik zit al 1,5 uur rond te lopen op die planeet, weet je wel. Fuck it, ik zie daar een berg in de verte. Ik ga naar de mountaintop van die berg, weet je wel. En weet je, ik laat het gewoon... En dat zou ik ook alvast zeggen. Het is niet per se een space exploration game. Het is meer space exploration als thema. Ja. Maar het werkt wel heel goed. En het komt bij mij wel echt goed binnen op die manier ook. En gewoon, ik loop naar de top van die berg. Weet je, en ik kijk om me heen. En ik zit dat zoeken en dan... Fuck, daar. Ik zie hem in de verte. Want kijk, nu staat hij op mijn scanner, maar daarvoor stond hij niet op mijn scanner. Dus ik moest het echt ter voet gaan verkennen. Mag ik eventjes een quick reroute dat Andrea hier dus inderdaad een soort van zonder de space suit loopt. En ik constant gehand werd door Frostbite. Deze planeet heeft de atmosfeer. Ja, maar ik had Frostbite de hele tijd. Ja, dus dat klopt. Ja. Ik loop in het is min 10. Ja, 21% zuurstof. Goeie, inderdaad. Dat is wel het ding. Ja. Maar gewoon van... deze vorm van exploration. En niet alles wordt aangegeven. Je moet ook echt gewoon zelf gaan zoeken. En want ook jij zat hier een tijdje vast. Ik heb hier 1,5 uur op deze planeet gelopen. Ja, volledig dag- en nachtcyclus gehad. Shit. Heb je een dag- en nachtcyclus? Ja, dude. Ja, ja. Fuck me. Je hebt dag- en nachtcyclus. Wat heb je nooit gehad? Ik dacht dat het random spawnde. Als je hier random spawnt, nu is het licht en zonnig. Nee. Wanneer je hier random spawnt, is het donker en mistig. Sterker nog, als jij wacht of gaat slapen op bepaalde locaties, heb je die slapen? Universal time en je hebt de local time. Dus stel je voor, ik ga hier een uur nu rusten. Dan is dat misschien 1,5 uur in als ik helemaal injured ben en ziek en weet ik van wat. Dan neem je een fucking medkit en klaar. Ja, maar ik wil gewoon even snel... Maar medkit fixt niet alles, hè? Als jij bijvoorbeeld... Ik was verkouden. Nee, dan doe je immobilizers of... Ik had niet precies die ene die ik nodig had voor... En dan kan je gewoon slapen. Ik heb nog 0 keer geslapen in deze game. Dus ik ging slapen en dan slaap je zeg maar 5 uur. En dan staat er in Universal Time is dat 5:50. Ja, ik heb nog nooit geslapen in deze game. Tijd verschilt. Wat grappig, dat je nu zegt inderdaad, oh ja, er zijn bedden, maar ik heb er nog nooit gebruik maar van Maar ik gemaakt. Heb echt 1,5 uur rondgelopen, want Follow Distortion is een scanner, weet je wel. En ik kon het gewoon niet vinden. Maar ik heb 1,5 uur rondgelopen op deze planeet. Ja. En ik kon allerlei basissen ben ik tegengekomen. Ik heb alle fucking beesten gescand, alle planten gescand. Het is voor mij de droom, man.
Ik heb, nu ik dit zie, ik zou trouwens wel zeggen van, hierna, niet het eind van het clipje. Ik weet niet of, cool. Want dat is wel een spoiler. Ik heb ook de foto editor natuurlijk gedaan, want dat is ook wat ik doe in games. Is ook weer leuk. Hij is niet zo uitgebreid. Voor deze review. Oh, die heb ik wel. Ja, die zit er wel tussen. Ik weet eigenlijk niet waar hij me opslaat. Maar ik heb die gemaakt. Nee, dat is ook een spoil moment, dus dat kan niet. Ik heb het juist op een spoil moment, heb ik de tofste foto's. Zetten we straks de game aan, dan gaan we... Wat vlak hierna komt, zeg maar? Ja, ja, okay. Daar. Dat is wel heel vet. De audio design trouwens, ja, nog steeds dat subliem. Dat is echt heel in vet. Bijna alles is het echt fucking vet gedaan. Ik snap dat jij als Star-Lord soort van je Galaxy Radio mist. Ik mis het wel. Maar je kan het gewoon aanzetten daarnaast. Ik bedoel, sterker nog, ik zou een fucking Fallout radio zou ik ook niet vinden misstaan hierbij. Nee, het kan in alle, omdat het een Bethesda ziel heeft, kan het prima naast elkaar bestaan. Zijn er dingen die we vergeten zijn? Ja, hoe ongelooflijk diep deze, of breed, sorry, deze game is qua systeempjes en ditjes. Want de game heeft een extensive help sectie, tutorials, uitleg en wat dan ook. Want de game vertelt je eigenlijk heel weinig en misschien net even te weinig. Ik vind het zelf ontdekken, want er zijn nog steeds mechanics die ik niet heb gebruikt of nog niet naartoe ben gekomen of niet eens wist dat ze bestonden. Ja, zoals slaan of achter je skill tree gelokt zitten nog. Ja, of dat. Nee, maar en dat gewoon ontdekken, zelf ontdekken. Ik vind dat echt part of the game. En de game mechanics is gewoon een ontdekkingsreis. Ja, maar dat vind ik wel. Ja, en ik snap dat het niet voor iedereen is. En ik snap dat het voor de ene minpunt is. Maar voor mij was dat absoluut niet zo. Ja. Het is gewoon van, na 10 uur ben ik gewoon meer ervaren in deze game. En weet ik steeds beter hoe die game werkt. Nou, was het maar 10 uur is het vaak dan. Maar daarom was ik dus 30 uur. Maar na 10 uur weet je dit, na 20 uur weet je dat. En na 30 uur leer ik nog steeds dingen. Ja. Nou, ik vind het dus precies dat. Weet je, wat jij ook zegt, soort van, ik ben me er inderdaad, ik was er vanaf uur 1 was ik me erin verloren in de grootsheid. En vind ik het echt heel vet en meeslepend. Maar als ik dan ga inzoomen op elk aspect van de game, vind ik het eigenlijk overal soort van, ja, weet je dat. Ik kan eigenlijk niet zeggen waarom ik de game zo tof vind. Cargo space. Daar heb ik blijkbaar een cargo space. Maar dat is het enige wat ik denk. Ga een verhaalmissie doen en ik word halverwege afgeleid omdat ik iets niet in mijn schip past. Dus ik wil inderdaad even een cargo. Ja, dus de game, de grootheid. Zit ik weer 3 uur te bouwen voordat ik verder ga met die missie. En dan loop ik weer die missie, ga ik weer verder en iemand begint te praten, kijken wat ze zeggen. Oh ja, een of andere side mission. Ja, maar natuurlijk, dus je legt het nu uit. Maar benoem dat eens bij een term. Wat is dan de term waarom je die game zo vet vindt? Want het is niet verhaal, het is niet gameplay, het is, weet je, het is niet dat één. En het is alles bij elkaar. Het is beleving. Beleving. Ja, dus ondanks dat de game heel breed is en niet per se overal heel diep, is de beleving van die collage aan dingen die er mogelijk is, zorgt er wel voor dat je van de ene gameplay loop naar de andere gameplay loop. En dan zijn overal maar uren. Je zit in een wasmachine van gameplay loops. Dat is inderdaad, denk ik, waarom het zo... En daar ben ik nog niet eens ver gegaan met basebuilding. Want ik heb wel een klein beetje basebuilding gedaan. Ik ben op een gegeven moment, ik vroeg ook op stream, want ik heb veel gestreamd. Dat hebben mensen denk ik ook wel gezien. Ik heb veel gestreamd en op een gegeven moment zei ik, oké, wie wilde naar aarde? Ik ben nog niet naar aarde geweest, weet je wel. En dan, iedereen, let's go. Oké, naar aarde, kom je daar. Aarde is niet meer wat je denkt dat het is geweest. En landen daar. Nou, ga daar maar fucking. Ik ben geland in Nederland. Want je kan natuurlijk gewoon op de globe kan je kiezen. Maar je ziet het ook. Het heeft gewoon de vorm, de oppervlak van aarde. Je ziet alle continenten en dergelijke. Leuk. En bam, ik land in Nederland. Uiteraard bouw ik daar mijn fucking base. Waarom? Omdat het mijn home is, dude. Omdat Kees Kroes is. Ja, ik haat het. En dat is waarom ik game. Om niet in Nederland in de realiteit te zijn, maar gewoon in de universe. Dus waarom de fuck zou ik dan in die game naar een plek gaan die ik helemaal niet leuk vind? Omdat het compleet anders is als dat je natuurlijk denkt dat het is. En weet je, daar heb ik een gigantische landing pad neergezet. Solar panels neergezet. En ik heb alvast een huisje gebouwd. Een high-rise. Een slaapkamer met echt glas rondom, weet je wel. In de hoogte, zodat je lekker uitkijkt over alle duinen die daar op een gegeven moment te zien zijn. Het is net Zandvoort. Maar het ding is, je kan daar ook nog... mensen aan het werk zetten op je basis. Ja. Je kan daar resources kan je ze laten farmen en al die shit. Ja.
allemaal nog niet gedaan. Ja, ik wel. Er zijn mensen onwijs veel ijzer voor mij aan het harvesten. Zodat ik dat kan verkopen aan de UC. Ja, wat bedoel ik? Ik bedoel, er is zoveel te doen. Ook dat bijvoorbeeld. Er zijn natuurlijk factions in deze game. Jij bent voor de Freestar. Jij bent onbedoeld. Want onbedoeld ook, UC. Ook wel. Je zei net van, nou, de game heeft de lore nog niet mee. Dus ik weet ook eigenlijk niet wat ik gekozen heb. Nee. Jij weet niet. Ik heb bijvoorbeeld een religion gekozen. Ik heb één keer daar een soort van nieuw ding voor gehad. Of zo? Ja, de Varun inderdaad. Ja. Die wat een beetje een soort van half satanistisch klonk. Maar het is wel leuk. En dus één keer kwam ik dus in een, oh crap, Varun Raiders. Soort van, hey, en toen moest ik letterlijk een soort van gedicht voor gaan lezen uit de scrolls. En toen kon ik gewoon door. Dat soort dingen. Maar je weet niet wat het doet. Maar het is wel leuk, want je krijgt allemaal binding al daarmee. Van land je op Neon. Neon is een beetje de onderwereld daar. En dan kom ik als Freestar Ranger, deputy. Ook nog een goede trouwens. En dan op die planeet, want op elke verschillende planeet zijn wel Freestar members, weet je wel. Dat is je contactpersoon voor die planeet. In de Freestar geeft je dan weer dialoog. Region. Ja, maar dat is je contactpersoon op die planeet, want je komt daar en die gaat je uitleggen, oké, vriend, dit en dat. En hij is een soort van je mentor. En van, hey, weet je, ik weet, we zijn voor justice en we zijn mensen, maar hier, als de kleine crime is, zie het door de vingers, man. Dit is niet zoals andere plekken en dat soort dingen. En zo ga en je ook. Zoiets van, ja, maar hoezo, weet je? Dus, maar op een gegeven moment ga je... Ja, nee, maar niet dus. Ik neem het maar van hem aan maar en dan kom je weer in een bepaalde quest. En dan lul je weer op een hele andere manier eruit. En door niet overal meteen je badge te flashen en dat soort shit. Ja, maar dus dat is iets wat sommige ik misschien niet eens ga meemaken, omdat ik me niet wil joinen met, weet je, ik wil best missies doen voor, maar ik ben die freelancer. Ja, maar bijvoorbeeld die Crimson, hoe heet het, Crimson Fleet. Crimson Fleet, wat de bad guys zijn. Ik hoor dat de questline van de Crimson Fleet zelf, als je ze joint, dat het zo krankzinnig vet is dat het bijna op zichzelf staat. Dus ik weet het niet. Ik heb het gesproken ook, hè, de Dark Brotherhood. Ja, maar ik heb het niet gespeeld. En ik ga het niet spelen. Quest lines, die zijn vaak heel goed. Ja, maar ik ga het niet spelen, want ik heb een roleplaying voor mezelf ingezet. Ja. Ik ben een good guy. Maar ik ga dat nooit doen. Cosmote, het toffe daaraan is dat... ja, want ik sprong erover en ik schiet hem nog eventjes een typische... Ja, dat is heel vet. Dat ik niet een factie heb gekozen. Dus ik ben een neutral person. Maar ik werd door één factie gevraagd om de andere te infiltreren. Ja. Dan word je gevraagd door... En de manier waarop dat gebeurt is super vet. Dat heb je in de eerste review uit. Ja, en het is dus omdat ik niet... Daarin kan je nog steeds, hè, als Goody Two Shoes, stel jouw cowboy baas eigenlijk, als het ware. Ja. Jouw cowboy dominatrix, die vraagt jou om... Ja, zo is het. Nee, weet ik wel. Ja, die vraagt jou om iets te doen wat undercover is, als het ware, ja dan kan je natuurlijk denken van, oh, maar dit is, dan ben ik nog steeds een goody two-shoot voor de cause. Terwijl je wel bad things aan het doen bent. Ja, maar... Roleplaying. Ja, dat is zeker een mogelijkheid, maar ik heb ook al zeker dat soort dingen meegemaakt in mijn playthrough, van op een gegeven moment ik ben achter een bepaalde puppet masters achter de schermen ben ik achteraan aan het gaan. En het begint bij iets heel kleins van een farmer die wordt lastiggevallen. Oh ja, die heb en je begint gezien. Aan die thread te trekken en het wordt groter en groter en groter en groter. En op een gegeven moment kom je één op één door bepaalde dingen te doen. Kom je achter de locatie van één van die mensen en je komt op zo'n gigantisch luxe schip en dan je gaat hem laten slide. Ja, jij. Ik niet. Of niet. Jij hebt hem laten sliden, want jij bent de goody two-shoes. Je bent Nee, van hij is een bad guy. Ja. Maar wil ik het oplossen, heb ik hem nodig. En, snap je? Ja, dat is vet. Dus dan heb je gewoon die storylines abandoned. Omdat je niet verder wil door... Jawel, maar ik moet in plaats van hem apprehenden dan maar... Je moraliteit loslaten. Ja, van ik heb met hem een deal gesloten van... wat jij je doet, kan hem altijd wiepen aan het eind van de shit, hè? Wellicht. Ja. Maar ik bedoel, hij heeft immuniteit. Maar ik vraag daarvoor terug dat hij mij dan wel gaat helpen, weet je wel? Ja. Ja, ik vind de game af en toe nog wel een dingetje. Er staat bijvoorbeeld ook... Todd Howard heeft gezegd, je kan hem space pirate. Je kan bad gaan en wat dan. Ja. De game straft je wel de hele tijd af voor bad shit doen. Waarom zo?
Nou ja, omdat bijvoorbeeld... Nee, ik weet niet, hè? Dat is wel oprecht bounties, maar dat is dan nog leuk. Maar bounties uiteindelijk soort van om daar aan te ontkomen, dat is wel echt heel veel gelul. Dus op een gegeven moment, wanneer je geld op je hoofd staat, wanted band, een bounty hebt. Nou ja, op een gegeven moment, mensen laten het eerst nog even door de vingers zien. Op een gegeven moment kom je ergens en zeg van, hé, je hebt een bounty. Of, hé, je hebt counterband. Of, hé, we hebben gezien dat jij een ander schip hebt aangevallen, wat dan ook. Prepare, weet je, voor wil je combat of wil je naar de gevangenis? Al dat soort dingen. Dus de twee. Maar ze zijn wel logische vervolgen, toch? Ja, zeker. Maar Constellation, dat, die zeggen aan het begin van we kunnen een beetje buiten de lijntjes leren, maar een heel klein beetje buiten. Ja, dus je mag iets. Grijs je mag gebied, eigenlijk niet eens zwart gebied. Nee, maar eigenlijk niks. Dus er is eigenlijk niks wat buiten de randjes gebeurt. Ah, je mag, tenminste wat ik heb ervaren is, je mag wel stelen en dat soort dingen. En dat they disapprove. Maar dan gaan ze zeggen van, oh, dat vond ik niet nodig. Ja. Nou, zullen we maar geen lethal force gebruiken bij deze mensen? Al dat soort dingen. Maar uiteindelijk, ik kan me voorstellen dat... er zijn situaties gebeurd dat mensen echt gewoon niet meer met me meegingen. Wat wel hard is. Want ja, volgens mij zeiden we dat in aanloop naar de game van... Ja, maar wat? Gaan ze dan ineens tegen je zeggen van ik ben niet met je eens, ik stop me hiermee? Ja, dat doen ze precies zo. Dat doen ze wel, maar je kan wel gewoon... ik heb het nog niet zo bond gemaakt dat je gaat terug naar de Constellation Base en zegt van hey, je komt er niet meer in. Ja. Weet je, dus dat eigenlijk je main storyline, de hoofdquestgivers van de main storyline, zeggen nee, hier is de deur voor jou. Ja. Meestal in andere games van Bethesda komt er wel iemand anders die dan zegt van nou ja, ik heb gezien dat je, weet je, wat trouble had met de cancellation. Nou, als je dit en dit doet, dan kan je alsnog verder met die quest of zo. Ik weet nog niet hoe dat in deze game is, maar elke keer als ik dacht van nou, nu doe ik even de bad guy move, want ik blijf gewoon een freelancer, werd ik afgestraft ermee. Ja. Weet je, bounties van fucking 30.000. Ik denk van ja, maar hier, dit kan ik nooit betalen. Weet je, dan is al mijn geld op en dan kan ik niks meer leuks doen in de game. Kan ik geen ammo meer kopen, kan ik mijn schip niet meer verbouwen. Dat is niet leuk meer. Je had gewoon niet veel consequenties, Jellekunst. Nee, maar dan, het is dan niet leuk meer. Dus je wordt afgestraft in een bad guy zijn. Dus dat vind ik net als het echte leven. Ja, maar daarom, het is een videogame waarin ze zeggen je kan alles doen wat je wil. Maar dat is dus niet zo. In het echte leven kan je ook alles doen wat je wil. Ja, maar je snapt een beetje, ik snap dat je me nu leuk probeert. Het is een game waarin ze zeggen je kan doen wat je wil, maar het is dus niet zo. Ja, maar als het geen consequenties heeft, ja, wat boeit het dan nog? Maar dat kan in elke game, in dingen kan je het wel. Waarom kan het in Baldur's Gate wel en in deze game zeggen ze dat je kan een space pirate zijn, maar je kan eigenlijk geen space pirate zijn. Vind ik gewoon niet sterk. Als je de Crimson Fleet joint? Ja, dan kan je voor de Crimson Fleet. Wat zeg maar, op Neon werd ik gevraagd door een bepaalde gang of ik ze wilde joinen. En dan gingen we robberies doen, gingen we mensen killen en dat soort dingen. Ja, nee. Dus, maar dat kan wel als je hun joint. Ja, zeker. En ik denk ook dus voor de Crimson. Ik ben benieuwd, ik heb dat stuk nog niet gedaan, wat jouw Constellation Buddies dan denken van, oh, maar het is voor de Crimson Fleet. Oh, wat? En dan mag het wel. Ook fucking immersion breaking. Ik heb geen idee. Nee, maar of ze zeggen ook van, tot hier en niet verder, Jelle, ja, de Space Pirate. Als je te veel goede dingen doet, ja. Dat ze dan zeggen van, nee, je bent te goed voor ons. Ugh. Ja, dat zou grappig zijn, maar dat gebeurt dus niet. Dus ja. Ik vind niet dat je mag zijn wie je wilt zijn in deze game. En dat vind ik in andere games veel beter. Het houdt je wel te veel op het goede pad. Ja. Als jij van het pad afgaat, dan zullen al je companions tegen je zeggen van, dan wordt de gameplay ervaring veel minder leuk. Ja. Ja. Omdat je dan de hele tijd... Ik kan daar niet over mee praten, want ik heb dus het goede pad gekozen. En ik kies ook expres niet de bad guy. Ik ga niet met contraband smokkelen voor iemand die me dat heeft gevraagd en dat soort dingen. Nee, precies. Nee. Daarom. Nee, weet je, dus dat doe je ook al wat. Ja, nee, maar er zijn ook... Weet je, er zijn met ook tweede playthrough wil ik dat wel gaan proberen. En ja, dan moet ik even kijken hoe dat dan uitpakt. Nee, en ik hoop dat als ik het straks te bond maak bij de Constellation, dat ze me inderdaad eruit trappen en dat er een andere partij is. Als jij een crime commit, stel je entert een schip en je maakt iedereen dood. Ja, en niemand heeft dit gezien. Heb je dan ook een bounty? De mensen dus die met je meegaan. Ik heb nog niemand, zelfs de meer edgy characters binnen de Constellation zeggen van, hey, je moet praten, dat kan niet. Want je kan kiezen wie je meeneemt op je schip. Je kan toch ook zeggen, ik neem niemand mee op mijn schip. Mm-hmm. En ik ga in mijn eentje, ga ik iemand enteren, alles doodschieten. Ja. Niemand heeft het gezien. Ik denk dat, weet ik veel, scanners. Weet je, want die game op een gegeven moment... Ik heb veel gejat wel, dat wel. Narcos. Goody two-shoes, dat kan niet. Narcos. Maar ook wel eens per ongeluk, moet ik zeggen. Maar ik heb veel gejat. Ja, per ongeluk gebeurt het zeker vaak. Ja, maar... En omdat dat... als er niemand bij is...
They don't see it. Nee, behalve dat wanneer ik met een Constellation iemand op missie ben en ik kom terug bij de dingen, dan doet iedereen alsof ze alles weten van wat er net is gebeurd. Dus ik kan me voorstellen dat die game zo in elkaar zit. Rare consequenties. Van je hebt het niet gezien, waarom de fuck kan je dit weten? Ja, precies. Ja, omdat we allemaal in de Constellation base zijn en maar alles met elkaar als, delen. Als ik weet iets dat... heb gehad waar niemand bij is, dan heb ik ook niemand die het disapproved of disliked. Jawel, dat is namelijk het grappige. Er staat in je inventory staat een rood dingetje. Ja, dat wel, ja. En wanneer jij dus dan... niemand weet of dat gejat is. Niemand weet dat, in principe. Want niemand heeft het gezien, want niemand was erbij. Maar het staat wel rood in je inventory gemarkt. Ja. En als jij dus ergens komt en ze zeggen, hé, je hebt gejatte spullen, betaal maar een boete. Heb ik nog Nou ja, ik wel. Ja, ik ook. Heel vaak. En, dus dat is afstraffen voor illegitiem gedrag. Ja, dat is weird. Ja, dat is en dat is nog een normale ding. Maar het gekke is, want ik heb dus ook wel dingen gehad. Niet echt niet veel, maar ik heb dat nog nooit gehad. Nee. Nou ja, omdat je ook nooit wordt gestopt voor iets. Die vrouw had geen hoofd. Ja, volgens mij was dat met die... Oh, dat is mijn chameleon... Andrea die de chameleon pak bukt. Waarbij de pak bukt. Over bugs gesproken. We moeten wel een beetje een einde eraan breien, maar... Dit was een vrij polished ervaring. Ja, ik heb een paar, zoals dit. Dit was dan de glimmende of de doorzichtige hoofd. Ik heb één keer dat ik indropte en dat er een spaceship dit aan het doen was. Maar los van Bethesda Game Studios ervaring, gewoon voor een open wereld. PC, Xbox, open wereld. Maar voor een open wereld game. Heen en weer. Vrij polished. Ja. Ja, ik moet zeggen, online ben ik dan wel mensen tegengekomen die echt veel issues hebben. Maar ja, dat is een beetje een soort van hit en miss. Zoals je zou zeggen, hiss en miss. Is en mid. Maar dat, ik heb wel eens op mijn NPC co-character, zeg maar, die met je meeloopt, dat die even ergens achter vast zit of zo. Ja. En ze lopen echt als een debiel in de weg achter je aan. En in de weg vaak ook, maar echt achter de deuropening. Ik heb één keer gehad dat een kopie van mijn spaceship op de landing pad bleef staan, waardoor ik niet weg kon. Dus een soort van twee in elkaar gemerged, heel gek. Ja. En de game is denk ik drie keer echt uit het niets gewoon een soort van gecrashed bij mij. Oh, en geen melding, niks. Gewoon, wat? Okay. Volgens mij, misschien heb ik dat één keer gehad. Maar dus dat zijn drie dingetjes in 50 uur. En waarvan er eigenlijk niks gamebreaking. Die game saved heel veel. Ja. Ik heb nog geen corrupte save games gehad. Nou, omdat die dus... Dat schijnt ook bij sommige mensen een ding te zijn. Nou, maar de game saved zoveel. Ja. Ik denk het is letterlijk, je kan het zelf aanvinken natuurlijk. Maar elke rest, elke planeet, elke gaat die saven. Ja. Dus, Nou, dat. Dit is wel een uitgebreide bespreking. Ja, mag ik nog één ding zeggen? Ja, natuurlijk. Ten opzichte van Fallout en Elder Scrolls is de economie werkt heel apart in deze game. Want daar waar je normaal gesproken, laten we voor het gemak zeggen, een item vindt wat 100 goud waard is, verkoop je het voor 60 en kan je het verkopen. Kan je het verkopen voor 60 en als je het van een vendor zou moeten kopen, dan betaal je er 150 voor. Ja, precies. En hier is het niet zeg maar 50% eronder, 50% erboven. Nee, het is de items die je vindt, de waarde is de waarde van waarvoor je het zou moeten kopen. Maar niet de waarde waarvoor je het kan verkopen, want de waarde waarvoor je het van kan verkopen is echt 10 keer minder. 15% van die prijs. Oh, ik denk dat zit ook weer achter de skill tree. Ja, maar volgens mij gaat de skill tree maar tot 50% meer. Oh, okay. En dat is alsnog dus dan maar 50% van het ding. Van die waarde. Volgens mij bij 15% en zoiets. Wat de volgende... Volgens mij is de laatste perk 50%, dus dan betaal je altijd... Je betaalt altijd nog twee keer zoveel voor iets dan dat je het kan verkopen. Ik heb nooit geld tekort gehad. Dat is wel waar. Ik heb aardig wat engines er doorheen gejaagd. Ik heb niet veel shipbuilding gedaan of iets dergelijks. Ik kon altijd crewmates kosten wel eens 15.000. Ja, heb ik nog niet hoeven kopen. Want ik ken genoeg mensen die met me mee willen die vet zijn. Jij zei wel, jij zat vaak verlegen om kogels. Nou, dat heb ik dan ook weer niet. Dat heb ik dan weer vooral niet gehad. Nou, het gekke is, in mijn playthrough, ik heb honderden fucking shotgun shells. Dat is echt geen enkel probleem. Ja, bijvoorbeeld. Maar mijn handgun, altijd fucking moet ik schrapen bij fucking vendors vandaan te krijgen. Ja, madpacks heb ik gelukkig niet. Ik heb madpacks ook in het begin schaal, heb ik een paar keer een blokje kip opgepakt of een van die dingen. Maar voor de rest ben ik alleen maar aan het madpacken en eventueel af en toe, weet je, als je een cold burn hebt of wat dan ook, of een gebroken bot, dat je dan een ander mad dingetje voor gebruikt. Maar die hele alle vreet dingen die erin zitten, totaal onnodig.
Ja. Mini-buffjes. Maar die buffjes die zijn 3% dingetjes. En misschien dat als je jezelf helemaal opspijst. Hey, 3 extra carry capacity. Ja, oké, cool. Voor 2 minuten of zo. Weet je dat? Ja, ik denk, Jesus Christ, wat de fuck heb ik hier nou aan? Bepaalde fucking dingen waar plus 3 health. Ja, cool, oké, okay, whatever. Dat is echt helemaal niks. En misschien dat als je natuurlijk... Goed, je, ik heb 20 fucking kippen voor 10% helft. Precies, terwijl inderdaad gewoon 1 medpack die er genoeg zijn en je bent je halve leven... Maar die heb ik dus niet terug. Genoeg. Ja, ik moet ook echt schrapen 40 voor medpacks. Nee, en die shit is duur. Ik ben elke keer ben ik wel na een fucking bounty of mission zit ik zonder. Ja, maar dude, en dan overal heb ik hangen die groene dingetjes met medkits erin. Ja, kennelijk kom ik ze minder tegen in mijn plezier. Ik moet wel ook zeggen... Er is zoveel detail in aankleding, vooral van de interieuren, dat je vaak kom je van die consoles tegen met allemaal schermen en toetsenborden en weet ik veel wat. En dan ligt er een klein itempje of een kleine kredstick naast of zo. In het begin... Je weet niet waar je moet kijken en wat je wel en niet op kan pakken. En dat is zo fucking veel. Cool later, want ik begin het nu te herkennen. De vormen van de dingen die je zou moeten oppakken. Ja. Maar in het begin is het soort van Jesus Christ, een hele kamer vol met gunk. Wat neem ik mee en wat niet? Nou, ik ben nu wel heel specifiek hoor. Ja, dat vond ik echt... In het begin was het daunting of haunting, maar nu... vond ik dat wel echt heel erg, vind ik dat cool gedaan. Maar de limiet zit wel op 1,5 uur, vriend. Nee, er zit geen limiet op wat dan ook. Jawel, als wij heel veel dingen die we moeten opnemen. 2 dingetjes. Het random gegenereerde. Hebben jullie daar, want jij zegt van, er ligt heel veel. Ja. Maar ik ben meerdere malen, na 50 uur ken ik de variëteit aan planeet surfaces. Donkere maan, lichte maan, jungle, rotsen, dus planeten. Ijs, en zand, dat is het ongeveer wel. Weet je, dat en de variëteit daarin vind ik niet zo heel groot. Ook niet van de plantjes die erop staan. Dus soms moet je op een nieuwe planeet moet je weer gaan scannen. Maar ik heb precies met hetzelfde fucking plant model. Weet je, soms heten ze zelfs hetzelfde. Mm-hmm. Herding Bone Grazer. Ja, die namen zijn niet heel erg inspirerend. Ook. Nee, maar inderdaad, die is hetzelfde op de andere Plus, planeet, zeg maar. Bepaalde locaties, moet ik wel echt zeggen, dat jij zei van, ik ben nu ergens een keertje hetzelfde tegengekomen. Zoals zo'n hele outpost, gewoon die exact hetzelfde is. Tussen 2 kliffen naar beneden en dat ik hetzelfde, weet je, het kastje open kan doen, dat ik weet dat daar een zwart petje ligt. Nou ja, dat weet ik, dat het daar waarschijnlijk of een legendary of zo'n epic wapen ligt. Ja. Dan is dat die tweede keer, ik weet dat ik in dat kistje moet zijn, want die heeft het daar iets goeds. Het stoort niet. Want een nieuw wapen is een nieuw wapen voor de En je beleeft meer dan genoeg dingen in de tussentijd. Maar het valt je op een gegeven moment wel op. Weet je, een habited cave of weet ik veel, een occupied cave. Die heeft altijd op een hele specifieke plek 2 kistjes met 2 keer een paar ding erin. Hoeft niet. Ik heb ook een occupied case waar gewoon alleen maar dunkpiles waren. En wat resources die je kon scouten. Aan het einde, en dan heb je een soort van klein spiraaltje. Ja, en dan liggen daar een paar gele kistjes. Dat heb ik ook niet altijd legendary. De occupied cave. Ja, niet de gewone. Niet de lege cave. Ik heb er meerdere ook gekleerd. Ja. Oké. Okay. Anyways, het houdt ons bezig. Ik denk dat de general consensus hier is dat het een hele meeslepende... gruwelijk. Objectief heel breed, niet heel diep. Ja, nee, precies. De 7'tjes vind ik niet terecht. Nee, we doen geen cijfers natuurlijk, maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens. Dat is een heel veel dingen. Afbreuk aan de ervaring ervan. Maar het is ook niet het summum van game design, van gameplay. Ik denk wel de vetste game die je nu op dit moment op Xbox kan krijgen. Daar zeker, dat denk ik ook wel, ja. Dat is wel een goed punt. Dit is wel de system seller die Microsoft verdient en nodig heeft ook. Ja, ik zou... Kijk, het is misschien niks baanbrekends wat we al zeiden. En het doet niet shit die echt je mind blowt zoals Baldur's Gate kan. En het voorbeeld wat ik heb aangehaald bij Zelda. Dit blowt mijn mind wel in grootsheid. Maar... In mijn grootsheid, maar niet in gameplay principes. Want alles ken je al wel, maar het is gewoon op een grotere schaal. En het is die collage ervan die het... Ja, en dat maakt het super vet. En het doet dus niks baanbrekend zoals die andere games dat wel deden. Maar het is amazing. Het is echt amazing. Mm-hmm. Zou je het aanraden aan mensen? Het is ook niet voor iedereen. Nee, dat kan ik ook zeggen. Nee, want het is daarom. Als ik als exploration gamer de eerste 30, 40 uur moeite heb met het why zou ik überhaupt hier gaan exploren. Absoluut. Terwijl ik in No Man's Sky is er niet eens echt een incentive om te gaan exploren. Maar, en daar had ik het wel. Maar dat is zo gek. Ik heb dat geen moment gehad. Ja, chill. Ik ook. Ja. Geen moment gehad. Ja, en er zijn mensen die na het zien van reviews echt de game rabiaat haten of rabiaat lopen te verdedigen. Ja. Ja, kan ik ook voor allebei wel wat zeggen. Maar wat ik zeg, objectief niet baanbrekend, niet geweldig, maar subjectief is het ligt precies in mijn straatje. Het is
exact één op één wat ik ervan verwacht had, durf ik ook te zeggen. Ja, dat, van, ja. Ga er niet vanuit dat je te veel exploration. Ik denk dat dat heel erg veel heeft meegespeeld. Want ik zie heel veel mensen teleurgesteld zijn over zaken. Waarvan maar om wat het niet is. Ja, maar waarvan we al lang wisten dat het niet erin zat. We hebben al de hele tijd gezegd, je kan het erop terugslaan. We hebben denk ik het hele jaar lang gezegd, dit gaat geen baanbrekende game worden, maar het wordt Fallout in Space en dat is fucking waarschijnlijk is dat genoeg. Ja. En dat is wel wat het is. Ja. En het is hetzelfde als je, weet ik veel, een franchise al 6 delen honderden uren hebt gespeeld. Ja, ik wil niet zeggen dat ik franchise of in dit geval gameplay principe of studio moe ben, maar ik ken het nou wel. Dus het is niet meer... Voor mij dus niet. Nee, precies. Ja. En dan is het gewoon overweldigend lijp. Nu snap ik waarom hij Todd Howard. Ja, precies. Nee, maar dat is een fucking en ik heb zoiets van, er is Todd Howard. En die guy is, weet ik veel, 15 jaar ouder dan ik. Ik maak over 15 jaar ook waarschijnlijk nog dezelfde soort content als dat ik 10 jaar geleden maakte. Want dat is gewoon wat mensen doen. Nee, maar voor mij is het weer van, dat is fucking vet. You get it. It's one of us. Mm-hmm. Ja, nou ja, dat zeker. Het is, ik denk dat we nu genoeg over... Doen jullie nog even met z'n tweeën een hele zekere afsluiting? Ik, sorry jongens. Ik ga gewoon weg. Wat ga je doen? Je gaat iets heen spelen. Op donderen. Niks aan toe te voegen. Rot op voor je beeldscherm. Of zoiets. Niks meer aan toe te voegen. Nee, heel veel. Ik kan hier letterlijk nog een uur verder gaan. Maar dat gaan we niet doen. Maar ik bedoel, we hebben alles al gezegd, denk ik, wat er gezegd dient te worden. En, ik denk dat we juist heel veel hebben gezegd dan nog niet gezegd wat we gezegd hebben. Ik heb betere games gespeeld dit jaar. Maar er is geen game waar ik zo verslingend aan ben geraakt als deze. Snap ik.